Ja, hij is klaar met aftellen. Dus laten we beginnen. Ja. Oké. Okay. Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Femke. Jullie kennen mij misschien van de DWD Klaslokaal video's. Ik ben designer bij Drukventiel inmiddels al bijna 10 jaar. Dus ik zit er ook al een tijdje. En vandaag mag ik onder andere jullie host spelen voor de Adobe Masterclass. Ik zal nog even een paar dingen vertellen. De sessie wordt ook opgenomen, dus zit gewoon lekker achteruit. Laat het over je heen komen en morgen krijg je de link in je e-mail om het ook allemaal nog weer rustig na te kunnen kijken. Voor de rest, als het goed is, staat iedereen op mute. Mocht dat niet zo zijn, zet jezelf dan even op mute. Dan hebben we geen krijzende kinderen op de achtergrond of dat soort dingen. Als je vragen hebt, die zijn zeker welkom. Stel ze in de chat. Ik zal ze dan aan Peter stellen of... Ja, ik zal ze aan Peter stellen en proberen zoveel mogelijk vragen te laten beantwoorden. Er is vlak voor de pauze is er nog een momentje waarop ik even wat vragen aan Peter door zal geven. En ook aan het eind, vlak voor het eind van de sessie, zal ik ook nog wat vragen verzamelen voor Peter. Voor de rest was het dat het voor mij. Dus ik denk dat ik het woord gewoon over ga geven aan Peter. En ik zou zeggen, geniet ervan. Veel plezier. Ja, dankjewel, Femke. En dan ga ik even het scherm switchen, dat we even naar mijn scherm kunnen kijken. Want ik begin met een paar korte slides. Niet veel slides, we hebben weinig tijd voor zoveel functies die we gaan verzinnen. Gaan we even erin gooien. Dat is dit scherm, die als het goed is, zien jullie nou mijn geweldige mooie in huisstijlkleur oranje scherm. Ja, toch Femke? Jawel, dat komt goed. Ik zie hem ook staan hier. Van harte welkom ook namens mij. Dus we gaan vandaag de sessie Adobe Creative Cloud 2022 doen. Ieder jaar komen er nieuwe... kun je mijn scherm zien? Zeker. Ja, oh, goed. En hij beweegt ook. Tada, boing, een update. We gaan een update dat doen. Dat komt niet in beeld, dat Peter. Dat zie je niet. Oké, okay, dan is het toch nog. Ik voelde al iets misgaan. Sorry. Nu iets opnieuw share. Ik had hem even geschreven. Dat had ik niet mogen doen. Sorry. Dan even de share opnieuw instellen. Nou, als ik lekker begin, zo voor deze keer, altijd de eerste keer. Kom dan volgensmiddags kijken, mensen. Dan is het meestal wel beter. Dus een soort generale repetitie die ochtend altijd. Want ik ga toch altijd dingen op het laatste moment weer even anders doen. Als het goed is, zien jullie nu. En dan zie je nu de update erin komen. Boing, een update. Zo. Even heftig inkomen hoor, want anders hebben we geen plezier eraan. Update. Ieder jaar doet Adobe met de, rond oktober, november is dan Adobe Max in online, normaal gesproken in Amerika. En waar dan zo'n 10.000 halve garen Adobe gekken altijd heen gaan om dan te kijken, te luisteren en vooral ook te werken met allerlei nieuwe software en nieuwe versies. Dan wordt dat geannonceerd, wordt dus getoond, worden allerlei andere dingen besproken. En dan krijgen wij ook een nieuwe versie in onze box. In het Adobe Creative Cloud paneeltje. Dat stikt weer van de update. En dan klik je hem aan en dan kun je koffie gaan zetten. En dan heb je allemaal nieuwe tandjes, nieuwe bandjes. Heb je allemaal nieuwe software onder de wielen. En dan kunnen we daarmee dingen gaan doen. Ja, maar wat dan eigenlijk? Want de meeste mensen die starten dan zo'n nieuwe versie. En dan gaan ze kijken dus van, alles nog hetzelfde? Doet alles het nog wat ik gewend ben? En verder met de dag. Met de waan van de dag. En vervolgens ga je niet kijken wat er nieuw is. Ja, af en toe komt zo'n vervelend scherm je plagen als je net druk bezig bent van, zullen we je nieuwe dingen vertellen? Nee. Nou, vandaag ga je er even voor zitten, anderhalf uurtje. Gaan we dus wel naar die nieuwe dingen kijken. Want zoals gewoonlijk mag ik altijd samen met een paar andere collega's die heel veel van Adobe weten en ook veel met Adobe samenwerken, gaan we altijd even dat helemaal doorspitten. Ik heb jullie een mooie lijst van, een mooi boeketje van nieuwe functies op een lijst gezet die we gaan bekijken. Het is niet zo heel veel buiten de V3-programma's. Het zijn dus de drie redelijke updates die we gaan bekijken. Waarom komt dat ding? Hallo, Peter Villevoor. Als je me niet kent, kijk naar de andere video's. Leg ik het nog 10 keer uit. Ik ben docent en instructeur in Adobe-zaken. Ook UX-design vind ik ook erg leuk. Dat doe ik ook de laatste 5 jaar erg veel. Dat is dus web- en app-design. En jullie kennen me onderhand wel een beetje. En anders kijk naar de video's van de vorige keer. Vertel ik er meer over wie ik ben. Maar eerst even, ja, ik heb tijdsdruk vandaag, mensen. Wat gaan we doen? Dus we gaan kijken naar die drie programma's. Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign. En ze hebben alle drie wel wat nieuws. Ze hadden alle drie wel iets waarvan ik denk van, ja, aardig. Het begint, we gaan climax van omhoog. Hè, dus niet afhaken dat je denkt van, nou, dat wordt niks. We gaan steeds mooiere dingen bekijken van InDesign, Photoshop en Illustrator. Er zit altijd wel iets bij waarvan je denkt van, oh, nou moet ik het ook hebben. Nou moet ik het gaan doen. Nou had ik hem maar, ja, dan moet die illegale versie toch nog even een echte versie omzetten. Ja, ik weet dat dat gebeurt. Ik ben niet van Adobe hoor, wees gerust. Maar ik weet dat dat soort dingen toch wel gebeuren. En dan ga je dus met die nieuwe dingen aan de slag. Dus dan gaan we naar kijken wat het dan is dit keer. Geen grote buit, geen heftige grote dingen.
De heftigheid zit in een andere hoek, komen we straks al op. En het eind zelfs een beetje. Maar voor InDesign, Photoshop, Illustrator, de trojka voor DTP, grafisch werk. En ook voor webzaken, als je dus Photoshop en Illustrator daarvoor gebruikt. Toch aardig wat, toch leuk om te doen. Zoals Femke al zei, ze hoort graag jullie vragen van zoeken in de chat. Verwonderingen vind ik ook altijd leuk. Aan het eind van iedere sessie, want de korte stop, gaan we eventjes erover hebben. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus dat kan. We hebben ook 10 minuten voor gereserveerd. Korte pauze dus, en daarna gaan we weer een half uurtje, 3 kwartier verder. Oké, en nogmaals, tijd. Hè? We gaan niet veel slides erbij halen. Nou ja, oké, eentje. Ons thema voor vandaag. Want ik probeer altijd oefeningen een beetje aan een thema op te hangen. Vind ik leuk. En zeker met zo'n 3 programma's door elkaar wil ik toch een beetje als een rode draad. Anders wordt het helemaal een fragmentenbombardement. Van allemaal losse fragmenten die allemaal in de software iets zouden kunnen doen. Ga ik toch een beetje een leuk thema gebruiken. En dat doe ik dan even datum gerelateerd. Het was afgelopen zondag is een heugelijke dag geweest. Voor de hele wereld. Jullie weten dat natuurlijk allemaal wel. Er is in Nieuw-Caledonië is een referendum geweest. Oh, je dacht het? Nee, ik heb geen rijbewijs, dat boeit mij niet. Maar in Caledonië, Nieuw-Caledonië, dat kleine eilandje in de Pacifische Oceaan, daar hebben ze een referendum gehouden dat daar het land, of het eiland blijft onder Franse vlag. Dat vinden ze daar interessant. Dat hebben ze twee keer over gestemd. Twee keer zeiden ze 50-50, nee, misschien wel, misschien niet. Maar nu, tijdens corona, willen ze heel graag met 90% onder de Franse vlag blijven horen. Dus ik vond het een leuk thema voor vandaag om dus de sessie aan te wijden. Met mooie plaatjes op trouwens. Het is trouwens een Wikipedia-pagina, kun je naar gaan kijken, waar het ligt de godsnaam, dat Nieuw-Caledonië. Het ligt in de Pacifische Oceaan. Er is geen Nederlandse Wikipedia-pagina. Vreemd vroeg wel een... Ik zag ook, er is een Fr-pagina over. Frans. Nee, Fries. Er is zelfs een Friese Caledonië-paren, ja, zeker. Misschien dat zij ook een soort afscheidingsgevoel hebben, zich daarmee verwant voelen, ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Oké? Oppassen met die Friese. Het is een heel mooi eiland, heel mooi gebied, een eilandengroep eigenlijk, met mooie, daar staat een Friese fiets trouwens, staat er tegen die boom aan. Een mooi eiland met strandpalmen en zo. Het lijkt me veel beter vandaag om in zo'n koude winterdag met zo'n, nou toch niet onaardig weer, toch dit soort dingen te gaan bekijken in plaats van een zoveelste raceauto, ja? Het is een echte sterke cultuur met mooie ornamenten erin, mooie houtsnijwerken en heel veel zee, heel veel surfen en heel veel lekker eten, zoals je ziet. Dus daar gaan we het over hebben vandaag, ja? Nou, niet verder gezeurd, aan de slag. Ik ga deze even stoppen en mijn slides even wegdoen en het gewone scherm even opstarten. Dus bereid je voor op een lekker gezellige tropische verrassing vandaag. Als het goed is, hebben jullie mijn grijze scherm met wat icoontjes. Het is altijd heel saai grijs, maar ik wil me concentreren op wat ik doe en niet op mijn leuke achtergrondbeeld. Het is ook een hele rotzooi hier, allemaal icoontjes, allemaal, we gaan allemaal gebruiken, tot hier ongeveer, allemaal dingen mee doen. En het eerste wat we gaan doen is kijken naar InDesign. InDesign heeft niet zo heel veel buiten. Je kunt de nieuwe dingen trouwens, die ik ga vermelden, die we gaan behandelen, veel mensen denken van, goh, hoe weet ik dat allemaal, hoe moet ik erachter komen? Ik zal even een webpagina erbij pakken. Even webpagina. Dat staat gewoon hier hoor. Het is geen groot geheim hoe dat soort dingen in elkaar zitten. Wat het allemaal nieuw is. Website. Daar. Nieuw scherm. Oh, daar. Oh ja, heel klein. Ups, daar is hij. Even erbij pakken. Dus de nieuwe dingen staan altijd weer keurig vermeld op de website van Adobe. Wat is er nieuw in de versie 2022? En dan ga je kijken. Nou, dan ga ik toch altijd even lezen. Er zitten ook wat kleinere dingen soms verstopt. Moet je ook verder voor graven. Maar de meeste functies staan gewoon keurig vermeld. De echte belangrijke dingen. Bijvoorbeeld inclusieve terminologie. Ja, dat is goed dat ze dat doen. Jullie weten wat daarvan de bedoeling is, inclusieve terminologie. Ze zijn dus bij Adobe bezig om dus alle terminologie die in de software zit, en enigszins misschien niet zo, ja, niet zo lekker bekt, of toch bepaalde mensen daar aanstoot in kunnen nemen, gaan ze ze eruit halen. Want, ik lach om niet dat het belachelijk is, maar helemaal een tegendeel. Maar wat ze dus hebben gevonden, is het woordje masterpage in InDesign. Weet je nog InDesign, lekker oude versie hier? Daar zit dus een paneeltje met masterpagina's. Dat willen ze niet meer. Dus ze hebben liever dat dan nu gewoon heet de parent page, de ouderpagina. Nou, in het Nederlands zal moeilijk vertalen, het heet bij ons nog gewoon de basispagina. Dus daar merken wij dus eigenlijk niks van. Nou, dat is feature nummer 1 die vernieuwd is. En niet erg spannend dus, tenminste niet voor ons in Nederland, de inclusieve terminologie. Als je dus toevallig de Engelse versie van software gebruikt, dan moet je niet meer kijken naar de masterpage, maar naar de basispagina. Even oppassen van mij. Een Adobe Capture Extensie. Nou, eerst even deze. De schaalbare gebruikersinterface. Wat is dat? Nou, in InDesign, ik zal het programma even erbij pakken. Ik zal even wakker schudden hier onderaan ergens. InDesign. Ja, die versie alsjeblieft. De balk van de zoom even aan de kant.
De interface start met een bepaalde maat en bepaalde icoontjes. Die hebben een bepaalde grootte. Oeps, op een ander scherm alstublieft. Je hebt hem liever hier vandaag. Niet op het grote scherm. Allemaal van die dingen die dus de eerste keer altijd even nog goed moeten gaan staan. Dit is InDesign, wel vertrouwd neem ik aan. Deze aanblik, ik heb in de dark mode staan, donkere modus. Die interface is wel soms erg klein, hè? Zeker als je wat verder weg zit met een groot lekker scherm zo voor je neus, dan denk je, kleine petitere dingetjes. Daar op Windows kun je daar al aan werken door in Windows de schaling in te stellen, maar ze hebben het iets makkelijker in, stel nu ook voor iedereen. In de voorkeur zit een heel klein petitere knopje in design voorkeuren. Bij de schaal van de gebruikersinterface kun je zeggen, doe maar lekker grote iconen. Beetje groter of heftig groot. Okay. Je moet wel opnieuw opstarten. Doe ik even niet, scheelt weer tijd. Okay. Maar je kunt dus zeggen, ik heb toch een groter scherm ver afstaan. Ik wil toch liever wat grotere icoontjes. Hoef je niet steeds je bril erbij te pakken als je wilt kijken waar de icoontjes staan. Of doe je ook software bedienen op gevoel. Dus dat is een handig dingetje voor mensen die het nodig hebben. Ik zet hem even weer terug, klein. Want ik neem aan dat jullie de software wel... Ik ga eens medium proberen vandaag voor het eerst. Tijdens een sessie. Okay, dus de volgende keer als ik hem opstart... Nou, later. Wordt hij dan groot? Die iconen. Kijken we vanmiddag daar dus profijt van hebben. Wat ook nieuw is, dat is een functie die we echt gaan bekijken. Dat is wat serieuzer. Dat is deze functie. Adobe Capture Extensie. In Adobe zit dus nu een functie ingebouwd die eigenlijk een kleine app is. Op de telefoon hadden we hem al. Hadden we al een app die heet Capture. Adobe Capture. Daar kun je dus vormen mee vangen, kleuren mee vangen en zelfs nu ook tekst mee vangen. Dus kijken naar een stuk tekst en zeggen wat voor lettertype het is. Dat vonden mensen handig, dat dat kon als feature, maar niet op de telefoon of op een iPad. Ik wil het gewoon in de software hebben staan. Dus dat hebben ze gedaan voor ons. Ze hebben dus in de software een paneeltje erbij gezet, waarmee dus dat soort dingen ook kunnen capturen vanuit Adobe. Die zijn, geef me een bestandje opstarten, ziet het er wat gezellig uit. Want dit is ook wel zo'n kale pagina. Ik heb een beetje een pagina gewijd aan de referendum. Hè, dat hoort erbij. Dat is het thema voor vandaag. Ik krijg niet echt een topisch gevoel van deze kleuren. Maar het zou dus kunnen gaan werken om dat beter aan te gaan pakken. Met het paneeltje Capture. Het zit een beetje op een rare plek. Je denkt, oh, een paneeltje, een venstertje. Dat zal bij vensters zitten. Ja, nee, Adobe wil een beetje op die venstertjes af, vrees ik. Ook van hier het eigenschappenpaneel. Vorige keer in de sessie behoorlijk over geklaagd waarschijnlijk weer. Dat doe ik vandaag minder hoor. Niet dat het beter is, maar ik ben wat minder gaan klagen. Nee, het is toch kerst bijna. Het zit hier onder object. Daar staat hij. Extraheren uit afbeelding. Ik weet niet of dat ook in het Engels beter vertaald had kunnen zijn. Maar in elk geval, drie dingen doet hij dus. De kleuren eruit vangen, de vormen eruit vangen. Om dus leuke grafische vormen van een baksteen of een stuk hout te maken. En tekst, oftewel typografie, gaan vangen. We gaan eens even kijken of dat een beetje wil lukken. Okay? Allereerst ga ik de kleuren even oppakken. Dus het paneeltje wat normaal dus in Adobe Capture op je telefoon staat, zit nu dus in InDesign. Dat je meteen ter plekke hier kan zeggen, daar komt hij. Moet ik wel zeggen, ja, kom nou. Daar is hij, moet even langzaam wakker worden. Dan komt hij op een andere scherm hier natuurlijk. Ja, daar is hij. Dan ziet het eruit als een venster, zeg maar zelf. Maar ze willen van die wensen zijn. Dan moet ik een foto eventjes gaan aanklikken. Bijvoorbeeld deze foto lijkt me wel leuk. Nee, oh, dan moet ik nog sluiten ook. Deze foto, die wil ik gaan behandelen. Extraheren uit afbeelding. Nou, dan komt het paneeltje weer. En weer op de verkeerde plek op het grote scherm. Ik denk dat er nog een versie 1.2 moet komen van het paneeltje binnen in InDesign. Ik kan dus nu de foto gaan zien hier. Net zoals het Capture ook doet op de iPhone. Het is nu al eigenlijk gebeurd. Zie dat de foto dus meteen wordt opgepikt. En dus de kleuren laat zien, de hoofdkleuren die het meeste voorkomen in deze foto. En dan kan ik nu zeggen, nou leuk, maak er maar een thema van. Opslaan in de libraries. Sommige mensen zullen zeggen, ja maar Peter, dat hadden we al. Dat staat toch hier in het hoekje. Even een zaklamp aanzetten. Dat zat toch even in een zaklamp erbij. Ja, daar is het. We hadden hier toch zo'n dingetje, daar in het hoekje, daar, dat kleurenthema pipetje. Ja, eigenlijk wel. Dat klopt. Maar dat paneeltje deed alleen maar de kleuren eruit plukken. Dat heeft, ja, 5, 6. Nu doen ze het dus ook gewoon het paneel nog eens. Maar je kunt nog wat beter nu schuiven waar het vandaan komt. Je kunt zeggen, nee, ik wil liever dat fellere geel gebruiken in plaats van toch dat lichter gedekte geel. Ik wil misschien dat blauw van hier en dat donkerblauw eentje van dat donkerblauw daar. Dat toch een betere instelling is die jij zo in het eerste oog ziet. En in plaats van één rode hier, misschien die wat lichtere rode daar. Dus je krijgt wel een goed idee wat dus kennelijk de markante kleuren in deze foto zijn. Maar je kunt dan nog een beetje eigenwijs zeggen, nee, liever die groene daar. Vind ik toch leuker. Vind ik toch meer New Caledonia-achtig met die leuke kleuren. Dit is de vlag trouwens. De vlag ziet er zo uit. Dus dit zijn wat gedekte tinten daar dan van. Oké. Dus ik kan nou dat paneeltje opstaan in de libraries. Ja, nee, geen knopje dat naar de stalen gaat. Dat is hier dan niet. Maar je kunt hem dus aanklikken en zeggen, doe maar. Zet er maar ergens neer, die 5 kleuren. Het zijn er altijd 5.
En dan heb ik nu hier in de library paneel, CC Libraries, heb ik dus nu mijn kleuren gevangen. Ik kan nog meer foto's binnenhalen en nog andere dingen gaan doen. Laat maar even kijken of ik nog een plaatje kan binnenhalen. Op deze opmaak, nee, niet het bestand. Maar ja, sluiten. Ik wil nu bijvoorbeeld de tekst uit dit plaatje halen. Dit plaatje is een helemaal... Ja, ik moet dat toch een beetje gaan ontwerpen met dat logo in gedachten van New Caledonia. En dat lettertype. Dus ik ga even dat lettertype erbij opzoeken. Inzoomen, paneeltje erbij. Object extraheren. Zeggen mensen van, ja, maar dat hadden we toch ook al gewoon met dat... Hoe heet dat alweer? Dat was de font, hadden we toch? Ja, dat kan Adobe ook al een tijdje. Niet zo goed als wat de font, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je weet, ik ben eerlijk in die dingen. Maar wat de font zegt over een library van 100.000 lettertypes van fonts.com en monotype, wat er in de godsnaam zou kunnen zijn. Adobe tapt liefst uit eigen vaartje. Die zegt van, ja, we gaan wel kijken of het font ook iets is wat wij in onze bibliotheek hebben, die jij ook gratis mag gebruiken. Dus we gaan niet zeggen wat een font het per se is. Ja, misschien wel, maar in elk geval, eentje die erop lijkt, die zij ook hebben. Nou, deze gaan we kijken. Oh, kent iemand hem trouwens? Weet iemand wat is het voor een font? Hè? Typografen onder ons? De wereldberoemde, altijd gebruikte iemand? Even kijken in de chat. In de chat, niemand? Nee, eenmaal, andermaal? Nou, kent niemand? Nee? Ja, LV, Lieselot, goed zo. Je hebt de koelkast gewonnen. Virtueel, komt die zo meteen bij je binnen. En de DAX, natuurlijk de DAX, joh. Een hele mooie lettertype. Dat wordt door iedereen gebruikt, van KPN tot en met UPS, tot en met Royco en zelfs Showbiz Nieuws, geloof ik, of zo. Iedereen gebruikt de DAX voor een of andere reden, al decennia lang. Een hele fijne, leuke letter. Met die typische DAX. Dus, nou, gaan we kijken of jij dat ook kan vinden. Nou, Adobe, wat is het voor een lettertype? En dan zegt hij inderdaad, toch een vrij goed contrastfoto, de DAX. En die hebben we ook. Dus als je de DAX wil gebruiken, hij zit bij Adobe in de bibliotheek. Ga maar oppakken. Het stond van €350 per variant, geloof ik. Dus veel plezier ermee. Nou, dat is goed. Dus dan ga ik de DAX gebruiken hier in de koppen. Een beetje het paneeltje. Dus ga ik deze DAX erin stellen. De DAX hier. Oh, vergeten. Ik had er een stijl van kunnen maken. Ja, en dan had ik die stijl er kunnen toepassen. Sorry, dan moet ik het zelfs gaan doen. Dus ik zou eigenlijk nog een keertje terugpakken hier. Tekst. Ja, hebben we tijd. Kijken. Even tijden, object, nog even een keer. Ik sta hier op af, het is gewoon een leuke functie, tekst. Ja, dan komt weer daar. Hier ben ik bezig. En een regeltje, dingetje. En dan zeg ik, maak er maar een lettertype van in mijn paneeltje. Oké. We werken. Open libraries. Plop, heb ik in mijn library van New Caledonia nu ook een DAX erbij zitten. En ik zie niet de DAX tevoorschijn komen, trouwens komen. Volgens mij heb ik nog een nieuwe versie van dit paneeltje gekomen, hoor. Hij werkt niet helemaal. Ik geef het geeft trouwens een seintje, omdat de DAX is geactiveerd nu. Dan heeft hij hem beter erin zitten. Ja, dan komt hij toch te vroeg geklaagd. Dus kan ik nu die tekst aanwijzen, doe maar deze stijl zo, dan doet hij hem. Zie je? Oh, liever de bold, dan bieden we de bold. Hebben we de bold? Kamertjes in B. Deze tekst is niet in die variant bold beschikbaar. Nee, niet. Niet in die variant. Dat is wel een bold, hoe weet het zeker. Maar die heeft deze even niet gevonden. Dus ik kan er gelijk een tekenstijl van maken. Ik weet, ik zou liever willen dat het dus een Alinea-stijl zou kunnen zijn. Of de keuze zou kunnen krijgen. Paneeltje in de library is hier beneden. Die is daar ietsje prettig in. Zeg van, je kunt dus een tekenstijl van live of een Alinea-stijl maken. Dus dat mag nog wel wat verbeterd worden. Maar het zit erin. En deze functie is ook erg aardig. De derde functie van het paneeltje. Even weg. De foto. Ik ga even een foto binnenhalen. Plaats. Ik zoek wat hier staan. New Caledonia. Waar is New Caledonia? Het moet. Houtwerk. Woodcut. Oh, verkeerd. Niet daar. Ik wil hem liever hier hebben. In dat kader. Daar. Ik heb er een beetje een houtwerkje in dat balletje. Wil ik een beetje in gaan zetten. En dan kan ik daar. Zo kan ik niet zien wat dit de godsnaam is. Dit is de foto. Zal ik even parkeren op de zijkant? Kun je beter zien wat ik doe. Even daar. En even de V-toets uit. Ik wil graag deze de vorm gaan oppakken. Dat ik die vorm kan gaan gebruiken in plaats van de foto. Ik wil hem meer in een soort harde vorm omzetten. Dat is ook zo'n ding dat je app Capture Date en nu dus ook in Adobe InDesign. Extraherend afbeelding. Ik wil er een vorm uithalen. En dit vind ik het minst... ik vind het handig, maar het minst prettig uitgevoerd. Dan zeg ik, ik vind hem zo wel goed. Misschien wat donkerder en lichter. Het wordt dus een vrije, harde, vectorische vorm. Hè? Die ook mooi kan inkleuren, illustreren, terug kan komen. Dan gaan ze zeggen, die wil ik hebben. Doe maar. Opsnap in de library. Dus nu zit het erbij. Zet hem alvast aan de kant. Okay. En afsluiten. Alles nog bezig. Dit is wat meer werk. Het kost even tijd om op te gaan.
Op te loaden. Ja, opgeslagen, dankjewel. En sluiten maar weer. Alleen vind ik het jammer dat ik nou niet kan zeggen, als ik die vorm hierin heb zitten, kan ik hem hier weggooien. Nou kan ik in dit kader zeggen, zet die vorm maar erin. Hoppakee, erin sleep alsjeblieft. Alleen hij is dus nu gewoon ook zwart. Ik zou het fijn dat ik nu kan zeggen, ja, ik ga hem selecteren, dat het een vectorische vorm is, met punten en gewoon ankerpunten. Die kan zeggen, maak hem maar liever bruin of geel of wit op deze achtergrond. Dus op deze functiepaneeltje mag nog wat winnen. Je weet, ik ben altijd eerlijk in die zaak. Als ik vind dat het niet zo prettig bedacht is, dan hoop ik dat er altijd een betere versie komt. Of ik ga klagen bij Adobe. Ze kennen me wel onderhand. Dus dat zijn wat zaken die eens kunnen worden gedaan in dat paneel. Dus ik kan nou zeggen, ik wil die kleuren oppakken van dat kader. Dit kader en dit kader en dit kader. Wil ik liever dat het dus nu geel gaat worden. Vulling geel. Ja, daar zijn ze. En een teentje wat donkerder misschien. Ik zou liever willen dat deze tekst die kleur rood gaat krijgen daar. Oh nee, de tekst. Selecteren. Rood. Ik zou de kopjes ook rood kunnen maken als accentkleur. En dan heb ik een lekkerder ding ervan gemaakt. Ja? Dus een functie die dus binnen InDesign zit. Maar, naar mijn idee, we gaan met een climax steeds mooiere dingen kijken. Maar dit is, vind ik, ja, dat moet nog aan gewerkt worden. Ja? Reacties erop? Wat vinden jullie ervan? Gaan we straks even erover praten. Zet hem maar eens in de chat. Femke lezen, dan gaat zij de highlights eruit halen voor me straks. Kunnen we kijken wat jullie oordeel daarover is. Dus dat zijn drie nieuwe belangrijke dingen in. Die zijn niet veel buiten, dus geen schokkende zaken. Geen dingen dat je denkt van, zo, nou poepoe, die versie moet ik hebben. Maar handig en een beetje beter worden, dan zou het echt mooi kunnen worden. Dus dat zijn de nieuwe zaken in InDesign versie 17 intussen. Van oktober 2021. Mocht je meer willen weten van de eerdere versies, kun je ook naar de andere versie gaan kijken. Naar onze masterclass van vorig jaar gaan kijken. We hebben ook gedaan dit soort, wat is een nieuwe versie. Maar dat is het dus. Beetje karig buiten, maar wel aardig. Iemand vraagt het extraheren niet goed in de Windows versie. Hopelijk komt er antwoord op. Het zit dus onder object. Extraheren de afbeelding. Daar zou het moeten staan. Okay. Het is geen venster. Het is een venster dat zelf niet eens zo prettig werkt. Hij komt zich op een verkeerd scherm daar en zo. Maar goed, hij doet het en het komt goed. Zoiets. Ik heb geleerd bij Adobe, je moet gewoon wachten tot er een nieuwe versie aankomt. Wordt het langzaam verbeterd. Ja, ik weet het. We zijn een beetje proefkonijn bij Adobe. Dat is nou helemaal zo. Goed, dus dat is de functies. Dat zijn dus een aantal functies vanuit InDesign. Peter, misschien alvast even een vraagje tussendoor. Ja, doe maar. Het gaat om het omzetten van die afbeelding of van die foto naar dus die vorm. En Lola vraagt, kun je daar niet beter Illustrator voor gebruiken, omzetten naar vorm? En dat is ook inderdaad wat Lise Lot zich afvraagt, of het inderdaad zoiets is als de trace image in Illustrator is. Ja, eigenlijk wel, maar dan alleen de standposter, of puur zwart-wit. Ligt dan wat een taalversie gebruikt, geloof ik, in dat paneeltje heb je dus van 16 soort instellingen, 3 kleuren, 5 kleuren, monochroom, grijs tinten. Dus ook een standje poster, dat je alleen maar maak het donkerder, maak het lichter. Zoals een faxmachine of een kopieerapparaat vroeger doen. Maak hem donkerder en lichter, dan wordt het dus een hardere, grotere zwarte blok of minder grote zwarte blokken. Dus het is puur zwart-wit, wat hij ervan maakt, om de grove vorm ervan te vangen. Ja? En dat is dus hetzelfde. Maar het paneeltje in Illustrator kan meer nuances aangeven. Bijvoorbeeld van, als er ruis in zit, sla die ruis maar over. Met die maat van die pixels van nou, kleiner dan 5 pixels, laat maar zitten. Dus hier zit ook een klein beetje een schuivertje aan. Het is voor het snelle werk. Maar van dat snelle werk zeg ik dan, dat zou ik ook meteen willen kunnen bewerken en zeggen, maak hem nu maar rood. Hier, of dat geel van die vlag bijvoorbeeld. Dat doet hij dan even niet. En ik vind, nou, dan moet je toch weer terug naar Illustrator, dat bestand openen. Want ik kan het wel openen in Illustrator, deze. Dus dat library element kan ik openen in Illustrator en daar dan andere kleuren aan geven en weer terugkomen. Moet ik toch nog naar Illustrator ervoor, om het kleurtje aan te passen. Maar de functionaliteit van de trace is hetzelfde. Hetzelfde in kwaliteit, met een paar kleine advanced knopjes. Maar voor snelwerk is het prima. Maar geen meerdere kleuren en zo. Oké. Okay. Bastiaan vraagt, mag ik deze masterclass opnemen? Dat wordt al gedaan hoor, Bastiaan. Ik ging ook even de chat. Wordt al voor je gedaan hoor, Bastiaan. Die wordt inderdaad opgenomen. Morgen krijg je de link om hem terug te kunnen kijken. Ja. Kun je met 2 keer langzaam afspelen. Dus ik heb dat een beetje toegepast. En heb je toch opeen. Dus heb je dan toch wel een leuk dingetje. Je ziet toch gezellig. Even het eindresultaat. Ik heb er toch mijn best op gedaan gisteren. Om even het eindresultaat te geven. Zo, kom maar. Dan zou het er zo wat gezelliger eruit kunnen gaan zien. Oké? Okay? Met wat kleuren blauw, geel erin, die rode kopjes erin. Dus dat is aan de hand van dat capture kun je dus de tekst, de kleuren en de vormen oppakken en dan gaan gebruiken. Ik ben nogal fanatiek altijd met blokjes en kadertjes en uitlijners. Dat vind ik erg fijn, dat is mijn stijl. Ik ben niet zo van het gooien en smijtwerk van hier een logo en daar een lekker achtergrond. Dat laat ik liever echte ontwerpers zoals jullie doen. Dat is in design. Nou, dan kan hij naar huis. Haarden dat ding. Dan gaan we de volgende lijst oppakken. En dat is een wat grotere lijst. Voor de pauze. Ja, we zitten nog in de tijd. Kan het nog? Femke, ja.
We beginnen toch alvast met Photoshop, anders redden we niet na de pauze. Photoshop, veel dingen, over allerlei, in allerlei richtingen. Ik ga even beginnen. Waar moet ik beginnen? Het is, laten we beginnen met deze hier. Ja, pak eens even de website erbij. Misschien Peter, dan kunnen ze meekijken. Wat is er allemaal nieuw? Ik kom hier de link en naar de browser. Nieuw plak. Doe dat ik braaf met de hand om te voorkomen dat ik rare dingen op mijn scherm. Dat Google rare dingen gaat zeggen en niet gaat pakken altijd de dingen. Dus zo, volgens mij de desktop. Okay. Behoorlijk wat. 1, 2, 3, 4, 5 belangrijke functies en nog kleinere dingetjes. Maar belangrijke zaken. Dus toch wel een paar zaken die verbeterd zijn. We gaan even naar kijken. Okay? Allereerst staat daar automatisch selecties bij aanwijzen. Ik ga even opstarten trouwens. Is hij er al? Ja, dat is hij al. Dus automatische selectie bij aanwijzen. Denk je van, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is een beetje dit idee. Ik ga een foto even pakken. Ik ga toch even een Caledonische dish erbij pakken. Een lekkere, een beetje vroeg op de dag misschien. Ligt misschien wat zwaar op de maag. Waar is die? Daar is die. Dus ik heb hier een foto. En ik ga nu het gereedschap pakken om mee te selecteren. We kennen hem al. We hebben al een tijdje erin zitten. Hij is niet helemaal nieuw. Het commando hierbovenin. Selecteer object onderwerp. Dan gaat hij in de hele foto kijken waar iets te vangen valt. Of als je een selectie van een vierkantje zou hebben gemaakt, gaat hij kijken wat zou daar interessant in kunnen zijn. Nou, ik hoop dat hij eruit wijst. Komt het, dit zit er al langer in. Zoek maar het onderwerp in deze selectie. Het sowieso de hele foto. Ik vergis mezelf al. Zo lang heb ik die niet meer gebruikt. En even, nou, volgens mij zijn die borden wel interessant. En nog een stukje paal daarbij. Dus het zat er al in als een commando. Maar soms zit je een beetje te zoeken naar, ik wil snel even dat ding. En het past niet precies in een vierkantje. En je kunt het wel op een lasso instellen. Maar ik wil eigenlijk die tool gebruiken hier. Deze tool. Die is daar handiger in. Ik kon zeggen, al in de vorige versie, selecteer maar een hokje zo. En dan sleep je omheen en pak je dat klontje rijst hopelijk. Ja, zie je. Maar het grappige is, als je even wacht. En je moet er even van nadenken met Adobe hier. Dus even zoeken met kunstmatige intelligentie van Sensei. Moet ik dat gebaar erbij maken? Dan kan ik gewoon aanwijzen wat ik wil hebben. Wil je dat? Mag ik jouw helft hebben? Pak je mijn helft? Nee, pak die twee tegelijk. Of ik pak dat hompje kaas of dat hele bord van mijn part. En met de shift-toets doe ik de rijst en de andere er even bij. Dus nou klik ik. Om de klik even aanzetten. Dan kun je ook zien wat ik klik eventueel. Oh, die staat al aan. Want het is blauw. Dat zie je weer niet. Dus ik kan zo selecteren met de shift-toets erbij. Klik ik dus alles nu even aan. Of wil ik liever dat dekseltje even weg gaan retoucheren. Om het kleurtje geven. Of de dekking wat terughalen. Laat dus lekker geel te wezen. Dus heb ik nu de selectie. Dus met blauw geeft hij aan wat er te selecteren valt. Eigenlijk, ja, vrij simpel. Hij doet het al selecteren zonder te selecteren. Dus hij is al snel genoeg om te kijken. Wat is dat voor iets? Dat zit dat ding daar. Dat zou het kunnen zijn. En met één klik heeft hij hem dan meteen te pakken. Dus je ziet sneller wat een goede buit zou kunnen zijn. Wat dus klikbaar is. Hier nog een foto erbij, nog een ander voorbeeld. Deze hier. Nou, wat wil je hebben? Wil je liever het... moet ik hem eventjes pakken. Hij zou even praten met Adobe. Dat balletje schiet erbovenin even wiebelen. Hij heeft even de tijd nodig, maar in de tussentijd heb jij denkt van, oh, leuke foto. Heeft hij helemaal berekend van wat is allemaal te selecteren hier? Deze vis, of die, of die, of het mes? Ik doe niks, ik klik niet. Ik beweeg alleen de muis, zie je? Nou, ik wil die vis en die liet ziet er ook wel lekker uit. En shift-toets die erbij. En je kunt ook het combineren. Zeggen, nou, ik wil toch liever misschien dat stukje van de mes erbij hebben. Beetje raar, maar ik doe het even. Nou, ik ben nu een raar stukje. Dan moet je maar betere dingen doen. Beter. Dus het is te combineren met shift en klik en andere gereedschappen. Om de selectie completer te maken. Niet zeggen van, ja, nou, ik wijs er maar één vis in. En dan heb ik alleen die ene vis. Dat is ook niet erg handig. Shift, klik erbij de andere. Shift, klik, heb je ook de andere vis. En misschien ook deze erbij. Hup, drie vissen. En een mes erbij. Nou, maskertje maken, ben je gelijk een mooi lage. Waar zijn mijn lagen? Daar zijn de lagen. Maskertje maken, klik, is je mooi gemaskerd. Nou ja, mooi, daar moet nog wat mee gebeuren. Want er zijn andere tools voor, andere panelen, die weet je ondertussen wel. Dus zo kun je dan snel een selectie maken met de Quick Select tool, die dus echt dingen aanwijst, nog voordat ze er zijn. Je kunt altijd fijner werken met de snelle selectie, of met de toverstaf, of met selecteren masker uiteraard, met een knopje hier of een commando, om het nog beter te gaan maken. Dus dat is het, een handig dingetje. Dus niet zozeer een functie die beter is, maar hij toont zich wat sneller, hartstikke snel. De software en de apparatuur is zo snel dat hij al meteen al weet wat als klikbaar is in 2-3 seconden voordat jij hem aanwijst. Oké? Okay? Misschien kun je nog heel even laten zien waar je dat kan instellen, welke knop dat ook alweer is. Om het blauwe, want dat is de vraag van Katty, waar kon je dat blauwe preview instellen ook alweer? Niet, het doet het. Misschien is het een voorkeur, er niet op gelet of dat blauw of rood of groen moet gaan worden. Hij doet blauw volgens mij. En ik heb geen voorkeur gezien om het in te stellen. Zo op de, nee, maar hij maakt gewoon met deze tool, wijst de dingen aan, dan heeft hij ze gelijk.
Dus dat het blauw is, of dat een voorkeur is, dat weet je niet. Misschien zou je moeten nakijken in die 16 voorkeuren. Volgens mij kun je dat inderdaad wel aanpassen naar een andere kleur. Even kijken. Voorkeuren. U wordt uw wenk bediend. Gaan we even spieken. Misschien bij de gereedschappen. Hulplijnen, er staan geen kleuricoontjes. Hier nog wat. Bediening, standaard. Hier staan wat kleurtjes. Ik zou er even moeten gaan zoeken. Maar kijk even mee. Anders daar, als je dat zult vinden in de pauze zo meteen. Maar het zou er zomaar kunnen staan. Femke, jij anders? Weet jij waar die zo... Nee. Ik zie niet op het eerste oog. Volgens mij staat hij boven in de tab. In de menubalk. Zou dat kunnen? In de menubalk zelfs. Ik ga er naar kijken. Misschien op het radertje. Op het radertje. De toolbak bovenin, zeg maar. Toolbak. Ik heb het een keer zien doen, maar ik weet ook niet meer precies waar het nou zat. En dan de bovenste. Er komt geen radertje, de bovenste. Die? Nee. Dat is om smaller om breed te maken. Nee, we zoeken het uit in de pauze. Precies. Ik voel dat Femke en ik nou al een wedstrijdje gaan doen. Wie met het eerste heeft. En anders jullie. Ja. Anders hebben jullie misschien het eerste online. Goed, dus dat is een handige functie. Snel laten zien wat er te selecteren valt. Oké. Niet opstaan. Dat is goed zo. En die mag ook even weg. Een andere functie. Even de lijst erbij pakken. Dan hou ik me even aan mijn goede volgorde. Ik moet er nog even een beetje aan wennen hoor. Dus dit is vrij vers dit. Dus, Sky Replays. We kennen hem. We hebben hem al vaker gezien. De Sky Replays. Hij is al een jaartje of twee zit hij in de software nu. Je hebt een foto. Ik heb een foto erbij pakken. Ik pak even deze foto hier. New Caledonia Beach. Een mooi plaatje van New Caledonia, bij Noumea heet het badplaatje, geloof ik. Wil je er ooit heen gaan? En dan kan ik uiteraard naar, want de lucht gaan vervangen. Ik vind de lucht op zich aardig, maar ik moet misschien wat andere lucht maken ervan. Ik zal het antwoord ook komen van Katrien. Katrien heeft gewonnen. Ja. Ik wil een andere luchtvervanging doen. Onder bewerken kun je aangeven, ik ga de lucht vervangen. Of lucht selecteren kan ook, maar gelijk vervangen, waarom niet? Door een selecteercommando. Luchtvervanging. We kennen hem al. Het doet het hartstikke mooi. Een mooie feature. Dit was eentje waarvan mensen zeiden van, oh, dan moet ik hem hebben. Nu moet ik deze versie snel gaan updaten en gaan oppakken. Wat is het hier? Adobe wil wat? Wat wil Adobe? Een programmeerfout. Nou, even inzien. Luchtvervangen. Ja, daar is hij. En hij gaat het gewoon doen, toch? Jawel. Ja, daar is hij. Een beetje heftig. Heb ik ze niet eruit gegooid, de andere dan? Oh, ik heb ze niet meer eruit gegooid. Mag ik deze stiekem weggooien? Zo. Voor zometeen. Ja, dat is juist het nieuwe namelijk. Er zaten al foto's in van, oh moe, doe mij van de blauwe lucht die maar. Strakke blauwe lucht, niks, de man verloopt in. Geen wolkje te zien en het zit erin, klaar. En we hebben ook gezien dat het weerspiegelt zich ook in de rest van de foto. Dus ook de sfeer van een kleur die echt anders zou zijn, die zou ook in de voorgrond meekomen. De lichtintensiteit wordt ook meegenomen in de rest van de foto. Het is meer dan alleen knip de lucht eruit en plak de lucht in. Nee, Adobe gaat er straks 6 lagen van maken of zo, om dat mooi in de rest van de foto de sfeer ook mee door te laten komen. Mooie functionaliteit, maar niet helemaal nieuw. Wat nieuw is, dat je dus hier een paar mappen, spectaculaire luchten, en je kon op je eigen foto's erin kwakken, anders denkt iedereen ook van, oh, je hebt ook die functie gezien, ik zie het al. Nee, we kunnen je eigen foto's kon ook al erin met het plusje. Maar er is nog iets. Adobe merkte dat mensen dat heel leuk vinden. Dus ze hebben het zijkantje bij meer luchten. Ik wil gratis luchten downloaden. Dus er is nog meer. Ja? En hopelijk hebben mensen dat er niet door. Ben jij de eerste die hem gebruikt. Die mooie lucht met een of andere vulkaan achterop. Dus je kunt die gratis luchten downloaden. Dan gaat hij op de website van Adobe als hij er zin in heeft vandaag. Want ik zag ook al wat dingen die daar niet zo goed in gingen een keer. Ga naar de website van Adobe. Waar is mijn website van Adobe? Nee, dat is mijn lijstje. Ga dan, joh. Meer gratis luchten. En dat is het weg. Nee, dat is het commando zelfs. Oh, hier. Gratis luchten downloaden. Goed verstopt, hè? Dan moet hij nu een website... Oh, daar komt wat. Ik had het niet goed losgelaten, denk ik. En er is iets fout gegaan. Dat heb ik 2-3 keer gehad. Gewoon door blijven gaan. Nog een keertje zeggen. Dan komt het wel. Daarom heb ik de... Ja, ik kan het nog een keer doen. Maar een tweede keer doet hij misschien dan niet. De derde keer dan wel. Ik wil nog meer luchten. Goed verstopt. Het gaat niemand vinden. Hè. Jullie weten dat nu. Dus jij hebt een unieke foto, denk je. Totdat iemand het verbetert, deze functie. Dat het op een logischere plek komt te staan. Eenmaal, tweemaal, de derde maal. Als je nou niet doet, dan worden we boos. Ah, kijk, als je dreigt, dan komen ze wel. Hè. Dan gaan ze het doen. Ja, ja. Oh nee, toch niet. Dan doen we het lekker niet. Proberen een paar keer, dan, ik geloof je moet ook eerst ingelogd zijn of niet ingelogd, maar hij zegt het niet aardig en dat vind ik vervelend. Ik heb daarvoor een bestandje al binnengehaald. Je krijgt dit bestandje, een Sky pakket. Niet van Sky Radio met 6000 kerstliedjes, nee, je krijgt een Sky met daarin allemaal foto's. En dan kun je vervolgens die ook gaan installeren zelf,
nou ja, via het knopje gebeurt het dan. Ga je in het zijkantje zeggen, dan ga ik ze nu hier dus bij de... Je moet dus hier klikken, hè. Ga je hier naar het tandwieltje. Dan ga je naar meer lucht, dan ga je ze ophalen. Nou, dat is al heel wat als ze twee te vinden. En dan kun je ook zeggen, van, je moet ze gaan toevoegen. Dan denk je, oh, toevoegen? Nee, je moet ze nu dan gaan zeggen, ik moet dus nu de meer lucht, de voorinstellingen importeren. Want anders gaat je gewoon weer bestanden foto's opzoeken. Als je zegt, ik ga dus een eigen foto... Nee. Dus dit moet je eerst doen en dan die, oké? Okay? Dan kun je hier zeggen, ik ga het pakketje ophalen. Waar is mijn pakketje? Op het bureau, daar staat het stormen pakketje. Ik heb stormen binnengehaald. Dus het zit goed verstopt. Misschien wel goed ook, dan weet niet iedereen het. Hè. Dan heb jij dus voorlopig nog even de unieke foto's. Dus heb ik nu een mapje stormen erbij zitten. En dan pakken we bijvoorbeeld deze erbij. Een enorme, onheilspellende lucht. Ja. Dus dat is het nieuwe. Goed verstopt ook nog. Moeilijk te bereiken en dat doet het ook af en toe niet. Maar dan heb je ook wat. Denk ik. Het gaat goed. Maar even doorbijten, even volhouden, dan heb je dus betere foto's. Van Adobe zelf zijn er een heleboel. Je kunt 20 pakketten downloaden. Ik heb de stormen binnengehaald. Ja. Stel dat je dan denkt van ja, ik wil een paar varianten proberen. ik ga er een paar uitproberen. Heb ik voor je gedaan. Nieuwe functie. Dus deze is duidelijk zo. De packets, die dingen ophalen. Bij Adobe. Goed zoeken, tandwieltje, dingetje, gedoe allemaal. Ik hoop dat het beter wordt, prettiger wordt. Anders blijft het mooi exclusief op deze manier. Voorbeeldje, ik heb dus een aantal van die foto's bij elkaar gekwakt hier. Nieuwe functie in Photoshop. Heeft niet te maken met inhoudelijk Photoshop beelden maken, maar ik heb hier 4 artboards neergezet. Maar het heeft te maken met communiceren erover met mensen, met de klanten, opdrachtgever misschien. Daar moet je toch af en toe mee praten met die mensen. Waar is mijn larenpaneel? Nee, de F7 doet het niet. Hier is het larenpaneeltje. Sommige mensen denken van hoe kom je aan die 4 verschillende varianten naast elkaar? Kan je foto's op varianten doen? Ja, dat heet, we noemen het de superlaag, oftewel de tekengebieden. Dan moet je tekengebieden maken. Veel mensen hebben dat nooit gedaan, ook niet zo hard nodig. Ook voor deze functie, ook niet essentieel trouwens. Maar ik wil graag 4 varianten in 1 Photoshop-bestand naast elkaar zetten. De klant kan het kiezen, of die avondrood, of een tsunami, of een La Palma-sfeertje wil hebben. Ja? Dat kan. Ja, een hoop gedoe daar, maar het geeft wel een mooi beeld zo. Ik wil dat even gaan bekijken. Dat zijn dus artboards. Als je niet weet hoe dat werkt, dat gaat als volgt. Je hebt dus nu 1 laag, maar eigenlijk geen laag, de meest archaïsche laag die er is. De achtergrondlaag, een lap pixels, meer is het dan niet. Dan ga je aan de zijkant zeggen, maak er een tekengebied van. Dit is niet nieuw hoor, het zit er al 15 jaar in of zo. Geen hond die het gebruikt, maar het kan handig zijn voor nu. Om varianten in 1 bestand te krijgen, om te laten zien. Misschien dat je hem nou eindelijk gaat gebruiken. Maak een tekengebied van die lagen. Huppakee. Dan wordt het nu een soort superlaag. Hij gaat hier iets aan me vragen, geloof ik nu. Gaat hij doen? Oh nee. Hij heeft er geen zin in. Die laag, tekengebied van maken. Hij vraagt iets ergens in de 16 wensels tussen de Zoom. Hier komt. Daar is het paneeltje. Ja, maak maar een tekengebied. Noem maar deze normaal. Oké, nu zit hij erin. Dus nu heb ik een soort superlaag. Een groep van lagen. Dus alle lagen die erin zaten, zitten er nu eentje. Zit nu in dat... Ja, het is geen mapje. Het is een tekengebied. Ik moet het noemen wat het is. Ja, maar het ziet eruit als een soort superlaag. Ja? Dus zo heb ik die andere ook gedaan. Ik heb dus heel veel lagen erin zitten. En die lagen zitten ieder weer in het tekengebied. Nou ja, lagen. Nou ja, die dus wel. Er zijn al die mooie luchtlagen die zijn aangepast. Zie je dat? Dus zo wordt ieder bestand waar je normaal in werkt, wordt dan een superlaag, een tekengebied binnen dit grotere bestand. Het is gewoon een Photoshop-bestand rond PSD met 1 klein verschil. Hij moet naar de cloud worden geüpload. Want dan gaat hij niet gewoon bewaren. Je gaat zeggen, bewaar als. Ik stop hem in de cloud. Want deze kan je niet gaan delen. De functie die ik wil laten zien namelijk heeft te maken met het delen. Niet met tekengebieden, niet met lucht, maar het delen van een bestand met anderen. En het laten zien en commentaar op krijgen. Dat kan alleen met cloud documenten uiteraard. Als jij je klep dicht doet zoals 's avonds, dan kan niemand op jouw computer komen kijken omdat ze in de lucht moeten gaan uitzoeken. Dus dan moet je toch even goed in de cloud zetten. Weer een reden om naar die cloud te gaan. Dus even opstaan naar cloud. Dat gaat meestal even duren, zeker met al die lagen erin. Dus ik heb de link al klaargezet hier. En dat zou ik ook even aan jullie willen bieden, dat je daar dan even je commentaren aan geeft. Dit is de link. Ik ga even de chat zetten. Ja, dus jullie zijn nu mijn opdrachtgevers allemaal. Ik ga even een chat erbij plakken. Hier, eat your heart out. Ga maar kijken hoe het eruit ziet. Als het goed is, hebben jullie nu al in zitten. Zit hij in de chat? Dat is volgens mij niet het chatvenster. Oh, als participants. Oh, sorry hoor, ik heb scheef. Even de bril goed zetten. Participants. Participants. Daar zijn de participants. En de chat hier. Ja, dankjewel. Ik was even helemaal... Daar is het chatvenster. Plak. Hopla. Veel plezier. Ga maar zeggen wat je er allemaal van vindt. Gaan we ook even meekijken trouwens. Wat vinden jullie ervan? Dus ik had hem in de cloud gezet, deze file. Met die 4 varianten of wat het ook mogen zijn. Nogmaals, dat tekengebied ding heeft niks te maken met deze functie. Maar het was een leuke aanleiding.
Of ik vraag in de tussentijd maar binnen luchtvervanging. Dat vind je dus hier in Photoshop onder bewerken. Luchtvervanging, daar zat hij. Selecteren lucht zit hier. Vervangen van de lucht zit bij bewerken. Net zoals dat marionet verdraaien en die dingen die dus een heel beeld flink aanpassen. Nou, hoe gaat het mee? Vind je het geweldig allemaal? Ziet het er mooi uit? Als je dus opmerkingen erbij schrijft hier, van hallo, mooi hoor. En zeg nu, verzenden. Met een beetje geduld en een paar seconden tijd, nou, ik ben de eerste, kan ik dus nu ook een Photoshop gaan zien wat jullie erover zeggen. In het paneeltje opmerkingen, venster, opmerkingen. InDesign heeft ook zoiets met dat PDF uitsturen en commentaren terugkrijgen. Dat heeft die PDF review. Dat is een vergelijkbare functie. Omdat een InDesign bestand meer te vertellen heeft dan... we kijken door. Hè? Ja. Onder object. Ja. Nou, ik zie nog geen dingen terugkeren nu bij de opmerkingen. Of jullie... Oh, ik hoor dat in de browser een nieuwe opmerking... Ja, daar komen er een paar. Ze zouden actief moeten vernieuwen. Ja, daar komt wat. Er rommelt hier van alles nu binnen. Ik zie ze ook nu actief binnenkomen. Het kost meestal de eerste keer een beetje tijd om dat bestand te laten verwerken door Adobe en dat allemaal erin te krijgen. Het uploaden is sowieso ook een beetje, niet direct respons. Maar goed, we zitten hier nu met eentje en 200 mensen of zo. Dan komt weer een nieuwe mededeling, hoor ik in mijn achtergrond hier. Oh, een tekening erbij toe, maar ja, het gaat goed. En ook een Photoshop zie ik er ook verschijnen hier. Alleen het paneeltje heeft er geen zin erin, geloof ik. Die geeft er de brui aan. Hij zegt, er is geen verbinding met Creative Cloud. Ja, ho, maar een Belgische dame in mijn oor, dat is mijn Siri, die zit te vertellen dat jullie allemaal opmerkingen maken, nee? In dat Creative Cloud paneeltje. Het werkt. Klaar. Dus het werkt, alleen het is, ja, ik had even gehoopt dat hier nog die opmerkingen kwamen, maar ze hebben er geen zin in. Nee, doorgaan. Oh, sorry. Ik geef de computer de schuld. My bad. Ik moet natuurlijk wel dat cloudbestand openen en niet mijn eigen bestand hier. En dan heb ik denk, sorry, ik kan hem openen met Photoshop. Jullie lekker niet. Ja, eventjes vergeten. Dus als ik nou mijn eigen bestand ga ophalen en weer terugpak, in plaats van deze versie die er op mijn harde schijf staat, dan zou die moeten binnenkomen. Ja. Ja. Nou, de traagheid van het systeem is een beetje aan het plagen. Het werkt niet in de split second, dat weet ik uit ervaring wel, maar moet een beetje moeilijk doen. Het gaat een beetje traag. En volgens mij is hij helemaal niet meer blij met deze. Ik denk dat het tijd wordt voor een pauze, Femke. Ik voel een pauze aankomen. Goeie timing. Nou, misschien even nog even kijken. Wat, ja, meestal heeft hij wat minuutje nodig om dat te reageren. Precies. Nou, we kunnen ondertussen nog eventjes wat vraagjes doen die net zijn binnengekomen. Lola vraagt, kun je hiervoor in InDesign ter beoordeling delen voor gebruiken? Is dat hetzelfde? Qua functionaliteit hetzelfde, alleen qua hoe het eruit ziet, qua interface, qua commando's is het anders. Want bij InDesign worden dus PDF's via dat online plugins gebruikt. Of via dat PDF review, PDF sturen en weer PDF binnenhalen. Tenminste de commentaren binnenhalen. Dus in InDesign heb je eigenlijk twee methodes om het te doen. Dus via dat online plugins boven de balk. Of via PDF eruit sturen, verzenden en de PDF commentaren teruglezen in InDesign. Het zat hier in deze hoek. Dus je kunt het doen met zet hem online. Dus bestand in InDesign ter beoordeling delen. Of je gaat ze met die PDF's heen en weer. En dan ga je dus exporteren een PDF en dan de PDF-opmerkingen importeren. Zie je het daar staan? Dus dat is een iets andere functie, zie je? Maar eigenlijk twee functies dus. Die met het publish op online dashboard, dat lijkt het meest op deze functie binnen Photoshop. Ja? Dus het zijn eigenlijk in totaal al drie verschillende manieren om commentaar te krijgen. Omdat het alle drie toch wel, of alle twee toch wel andere dingen zijn. In InDesign heeft een heel andere structuur. Die wel heel andere elementen kunnen laten aanwijzen dan een platte bak met pixels wat Photoshop kan doen. Dus het is iets anders geïmplementeerd. Ja, dat wel. Maar wel vergelijkbaar qua functie. Nog andere vragen? Lisbeth zegt, ik vind luchtvervanging wel, maar kan het niet aanklikken. Waar kan dan heb mee je geen laag geselecteerd. Heb je de laag geselecteerd? Want dat vergeet je ook tegenwoordig. Hè? Dan kun je tegenwoordig geen laag geselecteerd hebben. Met Photoshop. Ja, lage paneel, lage paneel, lage paneel. Tenminste niet met mijn toetsen. Lager. Dus als ik mijn foto pak, deze, en die heb ik gesloten, geloof ik, ding.
Oh, die zit te plagen. Nee, die zit te zeuren. Sorry. Dan ga, zie je? Hij gaat nu pas het document downloaden, want er stond nog een paneeltje open tussen 16 anderen hier op het andere scherm. Niet opgelet, Peter. Komt het toch nog allemaal goed? Kijk, daar is het allemaal. Kijk eens. Binnen Photoshop dus nu, hè? Nou, precies die pauze hebben we nu gedaan, hè? Zie je? Dus zij heeft even tijd gehad en ik heb even mijn schermpje tussen de Zoom-wensers gezien daar. Dus dan staat die keur. Nou, ik ga straks even nalezen wat jullie ervan vinden allemaal. Zorgen dat je wegkomt, zegt Sabine. Lekker biertje. Het werkt dus wel goed. Alleen, ik had even niet door dat er een klein paneeltje achter een schermpje, achter een Zoom-dingetje zat. Sorry daarvoor. Goed. Oh, en dan doet hij het dus niet bij iemand, zei iemand. Ja, Lisbeth geloof ik, zei Femke. Ja, je moet wel de laag selecteren. Dus als ik nou een tekening van heb gemaakt en ik heb niks geselecteerd, dan komt dat commando niet. Dan blijft hij dus grijs. Natuurlijk wel even zeggen, ik wil van die laag, zou dat zijn. Zo simpel. Zou het zo simpel op te lossen zijn? Dat zou mooi zijn. Daar is hij dan. Oké? Okay? Gaat het balletje rollen. Oké. Okay. Iemand vraagt trouwens, Dirk Pieter, moet iemand wel een Adobe ID hebben voor dat commentaar in Photoshop? Ja, maar je hoeft niet per se ook een product gekocht te hebben voor abonnement. Dus iedereen kan een Adobe ID hebben, zelfs als je alleen maar de gratis apps gebruikt. Dan kun je meedoen hieraan. Ja? Trouwens, nee, niet per se. Iedereen die de link heeft, je kunt instellen, geeft dus dat vrij. Iedereen kan publiceren en kijken naar iedereen die de link heeft. Of gaan mensen uitnodigen. En ik geloof, daar heb je ook geen Adobe ID voor nodig. Nee. Nee, inderdaad. Iedereen kan meedoen. Ook als je, iedereen kan gewoon inloggen op die link en daar intikken. En dan zeggen, ik zeg dat dan gewoon zo, klaar. Ja. Laten we nog één vraagje doen en dan eventjes naar de pauze, denk ik. Judith vraagt, bij het importeren kom ik een .sky bestand tegen. Hoe open ik deze? Pak ik uit? Nee, dat is geen package. Bijna vergelijkbaar. Het heet wel een pakketje, noem ik het. Maar het is geen pakket à la Mac of Windows, dat er dus daar iets in zit. Ik zie de vraag ook staan, ja. Het is dus dit bestandje, dat Stormpick, dat krijg je dus binnengehaald vanaf de website van Adobe. Ja? Ik kon zo'n commentaar in de oor. En die kun je dus via dat paneeltje bij luchtvervanging, dan gaan we weer rondmaken. Dus gaan we zeggen, oh, doe maar een luchtvervanging. Nog een keertje bewerken, luchtvervanging, daar is hij. Dan gaan we dat andere verborgen knopje even opzoeken, wat ook niet prettig benoemd is. In het zijkantje hier van het paneeltje, kom maar. En het tandwieltje, ga je zeggen, ik ga dus nu de luchten, dan denk je, oh, afbeelding importeren. Nee, het is geen afbeelding. Je hebt geen mapje met afbeeldingen. Het is een sky-bestand. En dat heet dan binnen Adobe heet dat een preset. Maar daar staat dan voorinstelling. Er is een instelling, er zitten plaatjes in. Ja. Dus in die naamgeving van die functionaliteit gaat het niet helemaal goed. Maar het is gratis en het is mooi. Dus deze moet je gebruiken om ze dan weer binnen te halen. Dan krijg je dus toegang tot je bureaublad, of waar die dan vandaan mag komen. En dan komt hier dus dat Stormpack Sky bestandje, komt hier tevoorschijn. Ik vind dus, dit verdient geen medaille voor schoonheid. Zeg maar een esthetiek van hoe het in elkaar zit om te gebruiken. Maar het werkt. Ik moet niet zeggen dat het zo moet blijven. Maar er zal nog wel een handige functie voor kunnen komen. Er was ook wel een functie, die kan je dus dat pakketje in dit paneel gaan slepen. Maar dat werkt alleen op de Mac. Als je een nieuwere systeemversie hebt, of juist niet. En op Windows moet je erbij een kaars opsteken. Dus dat verdient nog wat aandacht vanuit de interface van hoe het bediend moet worden. Maar het zit erin en je kunt het gebruiken. Okay. Dus dat wordt nog wel beter, denk ik. Volgend jaar hebben we weer een nieuwe versie natuurlijk. Oké? Okay. Korte stop eventjes. Even plaspauze voor iedereen. Yes, laten we even 5 minuten pauze doen en dan gaan we verder. Okay. Tot zo. Tot zo. Nou, volgens mij kunnen we weer van start. Goed, joh. Oké. Okay. Nog even terugkomen op het vorige onderwerpje van het commentaar. Dus het werkt een beetje rommelig, een beetje traag door mij. Want ik had niet door dat ik dus bij die ene foto waar ik in zat te werken, dacht van, oh, die ga ik eventjes nu met jullie sharen. En toen zei hij, ik moet eerst naar de cloud. Dus er stond ergens een paneeltje te zeggen van, je moet wel eens in de cloud bewaren, hoor. En dus dat was ik eventjes niet door. Dus nadat de commentaren niet binnenkwamen, het ging al verder prima. Dus deze backpack leeg. Ja, bij deze foto. Maar bij die stikt het ervan, allemaal commentaren. Ook in de website zag ik duidelijk dat het allemaal mooi wordt gebruikt. Je kunt dus ook niet alleen opmerkingen schrijven, maar ook dus met een punaise van potloodje iets tekenen, zoals deze brave persoon heeft gedaan. Dat is zoet dat je te tekenen. Je moet toch onder 5 minuten moeten ze ei kwijtvrezen. Moet je creatief zijn waarschijnlijk. Of een punaise aangeven van hier vind ik iets niet goed aan. Zeg een plekje. En ook dat zie ik dus terugkomen in mijn Photoshop-bestand in het opmerkingenvenstertje daar. Oké? Okay? Dus dan komt er als het goed is weer eentje erbij van mezelf.
bovenaan. En dan kom je ook weer zo'n mededeling, die komt ook nog bij. En zelfs nog een mailtje krijgen. Dus je kunt instellen bij Creative Cloud van Adobe, hoe wil je berichtgevingen hebben? Ja, ze doen ook met berichtgevingen en notities, opmerkingen en zo. Dus dan krijg je een mailtje binnen. Daar hebben mensen gereageerd. Dat waren de eerste, geloof ik. Dus ik kreeg mailtjes, berichten en commentaren overal. Goed. Ik ga even kijken naar... iemand vraagt iets rechtstreeks. Ja, ik moet straks even naar kijken, maar... Dirk Pieter, ik heb het gezien, maar ik moet er even induiken, denk ik. Anders stel de vraag even aan plenair, dan kan Femke het eventjes gaan bekijken. Even kijken. De voorbeelden zijn zo klaar. Niet opslaan, het is mooi geweest. Met deze voorbeelden. Verder wel met Photoshop. We hebben nog wat Photoshop dingen te gaan. Ja, ja. Het zijn toch ook wat andere nieuwe zaken. Nou, nieuw, eigenlijk een volgende stap. We hadden al eerder, in de vorige versie, neurale filters. Neural filters. Ze zijn nieuw, verbeterd en een paar nieuwe beta-versies van filters erbij. Neurale filters zitten hier in het hoekje bij Photoshop onder filter, neurale filters. Weet je? Ik merk steeds, ja, share. Ja, graag. Ah, ja. We zien je scherm niet. Want jij hebt gewisseld, ja, ik zie het. Zit ik hier mijn best te doen? De hele desktop. Dus ik liet heel braaf zien dat er dus in de website nog dingen te zien waren, maar zelfs nog een mailtje met wat commentaar is. Dus je kunt helemaal gek worden van de pings en de toeters en bellen om je heen. Of zet ze uit in Creative Cloud. Jullie zagen nog steeds niet. Share ook even aanklikken hier weer. Sorry. En daar is dus nu het mailtje. Ja? Dus je krijgt mailtjes, berichten en commentaren in panelen tot en met. En het gaat juist goed, heb ik weer gemerkt. Tenzij de cloud down is of je bent niet ingelogd. Verdere Photoshop, neurale filters. Ze zaten er al vorig jaar al in. Zijn ze begonnen met neurale filters. Ik zal even een voorbeeld erbij pakken. Er zaten wat mooie, grappige voorbeelden bij. Wat nuttige voorbeelden. Stel, ik heb bijvoorbeeld deze foto van deze dame. Zij is de burgemeester geweest van New Caledonia. Ja. Het is een soort gemeente. En ik kan er nog selecteren ook, zoals u ziet. Maar ik ga niet selecteren. Ik wil een beetje gaan bewerken met een neuraal filter. Kan ze wat jonger uitzien. Kan de huid wat beter. Ze hadden al neurale filters. Vorige versie al laten zien. Kijk, video dan maar aan. Dan krijg je zo'n heel paneel erbij. En hij kan er wat eruit klappen hoor. Er zitten ook beta dingen in. Dus ze kunnen beta wel zeggen, moet er beta worden. Dus het kan zomaar misgaan. Okay? Deze zijn al redelijk goed en betrouwbaar. Die werken prima. Ik heb een keer gehad, deed een hele dag deed de make-up overdracht het gewoon niet. Deed het gewoon niet een hele dag. Sorry, ik kreeg een mededeling. Deze doet het vandaag niet. Beta. Maar deze zijn al goed en betrouwbaar en gegarandeerd. Ik wil haar huid een beetje beffen. Die hadden we al. Huidvereffening. Wil je zeggen, nou, laten we dus iets vageren. Dan worden details een beetje eruit gehaald. Met effening worden de kleurverschillen een beetje geniveleerd. Een beetje effen. Dus dan wordt ze toch een iets charmantere aanblik. Krijgt ze dan voor een foto die zo op het scherm komt te staan. Bent u tevreden met de resultaten? Ja, moet je aan haar vragen. Niet aan mij. Nou, ik ben er tevreden mee. Doe maar niet. Hier zijn wat nieuwe gekomen. En er zijn wel een paar beta's. Dus het kan misgaan. Er zijn snel erin gezet. Van nou, kijk wat mensen ervan vinden. En kijk of het beter moet gaan worden. Slim portret. Dan ga ik even een andere foto pakken. Even een ander beeldje pakken. Ik heb hier bijvoorbeeld deze. Een Neo-Caledonische dame. En die kan ik dus nu ook met de neurale filters gaan oppakken. En dus even spieken wat daarmee kan. In de categorie slim portret. Het gaat een paar stappen verder dan alleen maar de huid vereffenen. Wat ook zou mogen hier, maar dat, dan zie je de verschillen. Nou, zet ik hem even aan, gezellig, dat ik iets gladdere huid word. Zo misschien. Oké. Okay. Maar bij slim portret kan je meer aangeven. Bijvoorbeeld, moet ze gelukkig zijn of niet? Als wij, dus ik denk, ja, dat is wel onzin. Maar nou, trouwens, heel veel apps doen het ook al. Alleen niet met het raffinement wat Photoshop misschien wil gaan bieden of zal gaan bieden. Het zijn beta's. Als iets gebeurt in het gezicht, als je dus gelukkig bent, gaan niet alleen de mond lachen. Dan gaan ook wenkbrauwen en zo gaan op en neer. En dan gaan de ogen worden misschien wat groter, omdat het oogleden wat gaan oprekken. Dus je krijgt een heel andere aanblik dan alleen maar mond moet lachen gaan. Dus het is meer dan dat. Dus als ik zeg, laten we wat gelukkiger zijn, dan gaat toch meer gebeuren dan alleen maar de mond een beetje zo krullen. Dus ze gaat zoeken naar het gezicht, want de software weet waar gezichten zitten. De eerste stap is altijd wat langer. Dan moet hij even heen en weer naar de cloud, die foto. Dan krijgt hij instructies terug en dan kan hij het verder gaan bewerken. Dus momentje, op de cloud. Ja. Het duurt wel langer dan ik gewend ben. Misschien moet ik even geduld hebben. Want er zijn cloud-filters, dingen worden ook vernieuwd vanuit de cloud. Dus je wordt niet de hele Photoshop niet te vernieuwen. Als er een nieuwe versie is, dan wordt alleen dat dingetje weer gedownload. Ja, kom dan maar. Ze heeft er geen zin in vandaag. We gaan er weer. Opnieuw. Deze kan weg. Neurale filters.
Slim portret. Ik wil de geluk wat opvoeren. Dus met kunstmatige intelligentie probeert Adobe dus steeds meer te doen wat wij bedoelen, in plaats van puur een gereedschap te zijn. Ik doe het niet. En zo'n grote foto's zijn ook al niet. 1500 pixels. Daar kan niet aan liggen. Ja, beta, hè, dat heb je dan. Ja, misschien wat minder. Gelukkig. Nou, ik kan uitleggen wat hij doet. Hij gaat dus de mondhoeken doen, maar ook de wenkbrauwen wat ophalen. Daardoor worden de ogen een beetje uitgek, komt met grotere ogen tevoorschijn. En hij gaat ook zelfs, als ik hem heel gelukkig zalig laat zijn, haar, dan krijgt ze zelfs, gaat de mond open, gaan er tandjes in komen. Huh? Op het eerste denk je dan, dat is lelijk, of dat is raar. Dat kan niet, omdat het je verbaast. Maar oh, dat komt wat hoor. Spuitellen geeft mollen. Maar dan komt... Nou, ik vind dit wel heel... Nou, dit is niet goed. Dit is het betere Snapchat-werk. Maar op een subtiele wijze komen er dan een rij tandjes. Nee, hij gaat echt niet lekker mee. Ik heb hem beter gezien van de week, toen ik het een beetje ging uitproberen voor deze sessie. Nou, nee, dit gaat niet goed. Dit is niet lekker. Ik laat hem even zitten. Deze is een portret. Hij doet het raar. Maar beta. Ik heb hem beter gezien. Ik heb Matthijs van Nieuwkerk een keertje helemaal doorheen gehaald. Het ging een stuk beter. Dus dat, die laten we even pakken misschien. Kijk, mag even kijken of dat dan verschil uitmaakt. Misschien dat ze echt het filter hebben veranderd. Matthijs van Nieuwkerk is een beetje beleefdheid aan het raken. Dus misschien kan hij wat gelukkiger, wat jonger gaan worden. Filter, neurale filters. Dus in plaats van dat jij met tools en gereedschap moet gaan trekken en doen allerlei dingen, zegt hij van, zeg maar wat je bedoelt met monsieur van Nieuwkerk. Hij moet misschien wat gelukkiger gaan worden. Nou, komt gewoon vrij goede verbinding hier, dus... Nee, het reageert echt te traag van mijn gevoel. Dus ik denk dat er weer iets nieuws is gedaan met dat SimpleThread beta dingetje. Dat hij vanmiddag dus zegt van, ik doe het niet meer, want we zijn ermee bezig. Want er is niet helemaal in orde. Want het effect was ook een beetje te raar voor woorden. We pakken zo meteen wat andere, die wat makkelijker zijn. Ook als beta, die een andere functie oppakken. Deze kom ik straks even op terug misschien, maar probeer hem eventueel zelf. Dat slimme portretverhaal. Maar ik kan ook het hoofd een beetje draaien. Hij kan dus de lichtval veranderen. De lichtval nu een beetje hier. Hij kan schaduwen enigszins wegwerken zo. Er zitten mooie functies in. Ik heb hem al vaker gedemonstreerd op een maanden. Maar vandaag heeft hij niet zoveel zin in. Ik schrijf het door naar een ander voorbeeld hier. Dat is een prettige zaak. Ik heb hier een andere heuvelrug. Op Nieuw-Caledonië. En ik heb nog een Utrechtse of de Nederlandse duinen. Die moet ik even erbij pakken. Ik zet ze even naast elkaar. Twee naast elkaar alsjeblieft. Zo. De lagen mogen wel weg. Ik zou graag willen dat... deze toch even wat groter eerst. Nou, we doen ze alle twee tegelijk aan mij schrijven. Ik zou graag willen dat dus de kleuren van die duinpan, of dat de kleuren van deze foto doorgepakt worden in deze foto. Dus dat de foto elkaars, dus een sfeer, zijn kleursfeer en de kleurtonen over gaat nemen. Dat is ook een neuraal filter. We hadden al door andere commando's ervoor, zoals matchkleuren en dat soort zaken. En die zaten hier bij aanbinding aanpassen, of op een aanpassingslaag, de kleuren afstemmen. Dat deed het best aardig, maar er zit nu veel meer kennis in. Dat was gewoon puur op basis van kleurwaardes gebaseerd. Maar deze gaat ook intelligenter daarnaar kijken, die neurale filters. Van als daar dus een beetje de sfeer moet terugkomen in die duinpan bijvoorbeeld. Dus ik ga de duinpan neurale filters aanzetten. Komt die. En ik ga gebruiken dus het andere beeld. En dat heet hier dus bij de functie landschapmixer. Ik zou graag willen dat ik dus een aangepast bestand kan gaan pakken. Dan moet ik weer ophalen. Even aanklikken. Ik wil een eigen bestand gaan pakken. Ik pak dus nu dat New Caledonia Hills. Dus ik wil dat sfeertje van dat mos en die sfeer van die lucht terugkrijgen in mijn duinpan. En dan komen er zowaar stukjes van dat mos ook daar in de grond. Kijk, dat doet dus dat kleurmatchen doet dat niet zo makkelijk. Dus je ziet echt elementen daarvan nu terugkomen. De sfeer van kleuren is een beetje anders. Ze passen beter bij elkaar qua kleur. Maar er komt verdorie mos tussen het zand daar zit. Ik kan zelfs nog verder gaan. Als je bij gebrek aan een foto kun je zeggen, oh, ik pak een paar andere zaken hier. Misschien of hier zonsondergang erbij zetten. Dat er meer licht in komt, wordt er wat warmer uiteraard. Maar hij weet dat het niet overal in de hele kleur in het water ook moet. Maar hij gaat die tint een beetje aanpassen. Want ze weten, bij zonsondergang zal een onderstaand beeld misschien wat meer gaan werken dan dat de lucht ook, nou, er moet ook een beetje rood in komen, maar het wordt heel mooi verdeeld allemaal. Sterker nog, misschien wat eigen voorbeelden erbij pakken. Laat het maar lekker sneeuwen.
Hij creëert sneeuw. Hij ziet wat struiken en plantjes zijn en waar sneeuw op zou blijven liggen. Het sneeuw waait bijna tegen die foto aan. Tegen de randen van, nou, tegen de rand van de foto sowieso. Even kijken, kan ik een beetje schuiven nog hier? Een stukje terug misschien. Dus er komt echt een totaal andere sfeer qua kleuren, maar ook echt sneeuwend tevoorschijn. Bij lentegevoel moet dat natuurlijk weer weg. Zonsondergang moet hem ook weg zo. Dus je kunt zo allerlei landschappen van jezelf gebruiken, maar het is gewoon hartstikke sneeuw. Of toch maar liever in de zomer. Zo. Een mooie zomerse sfeer. Of de Rocky Canyons. Dat zijn kleurafstemmingen, maar er komt ook echt een soort andere structuur in het zand. Dus zo kun je best wel dingen flikken die je met een heleboel photoshoppen zou moeten doen, een heleboel lagen zelf maken, structuren erin zetten om het voor elkaar te krijgen. Dus gebruik de foto's die er al in zitten. Of pak je eigen foto om het te matchen. Dat is ook een erg fraaie deze. Hij gaat echt ook met het beeld iets dingen doen die niet alleen maar een kleurtje zijn. Oké, een mooie functie, een mooi neuraal filter, dus landschapmixer. Hij is nu al goed bruikbaar zoals je merkt. Ik heb hem nog één keer zien bommen of hangen. Waarschijnlijk ook een vrij simpele processen zijn die erachter zitten. Datzelfde geldt voor harmonisatie, dat is een andere functie. Kijk, de landschapmixer, ik dacht van, er is een verschil tussen die twee in godsnaam, en de harmonisatie. Harmonisatie doe je met lagen in één bestand. Dan heb je de ene laag, moet je afstemmen op de andere laag. Bijvoorbeeld, maar dat het ook op de tijd, laat ik hem even zitten. Landschapmixer pakt twee bestanden, of een voorbeeldbestand. Dus met harmonisatie ga je met de kleurtoon van iets aanpakken en dat doorzet iets anders. Ja? Ik had daarbij bedoeld, nou misschien toch maar even pakken, waarom niet? Laat leven. Ja, kan. Het loopt een beetje uit, denk ik, maar zo'n eerste versie mag altijd even wat gebeuren. Ander beeldje deze hier, ik pak die Caledonia Dish. Waar is het etenspul? Daar neem ik die. Oh ja, die tafel. Stel ik even die tafel een beetje bijwerken. Ik wil hier namelijk een bordje bij zetten. Ik wil een wat gezellig bordje. Het is veel leuker om een verkiezing te houden of een referendum te houden als wat te eten valt, toch? Dus we gaan even wat te eten erbij zetten. Ik ga deze even twee selecteren. Select tool. Doe mij. Ik moet even nadenken daarboven. Ja, ik pak dat hele bord. Nou weet je wat, zoek even het hele bord in één keer. Dat is dit. En shift toets dit er ook even bij. Als ik andere dingen aanraak, niet erg. Hij snapt het wel dat het bij elkaar hoort. Zo. Kopieer, ander bestand en plak. Dat is een beetje groot, vrees ik. Het is een hele grote kreeft, een soort superkreeft dit. Als je kleiner maken, kan ik een beetje een randje oppakken zo. Waar zou die goed kunnen komen te staan? Het is een beetje een blauwe sfeertje, hè, die foto. Ik weet niet hoe het is opgenomen, dat is van de camera. En ik wil hem eigenlijk op een stukje tafel erbij zetten. Dus ik ga even de tafel een beetje bijbreien. De tafel even erbij pakken. Ik pak even een oude functie om dus een stukje erbij te laten poetsen voor die tafel. Want ik wil er nog iets meer tafel in, hoor. Even inzoomen. Onder het commando bewerken. Weer zo'n bewerkingscommando. Net zoals dat lucht vervangen en marionetten, puppet verdraaien en zo. Die. Allemaal van die dingen die dus in het bewerkencommando zitten. Vullen met behoud van inhoud. Oftewel, ga lekker vullen met de rest van de foto. Waar zou ik het vandaan kunnen? Oh, en de andere laag, alstublieft. Annuleer. Andere laag. Lagen. Die laag, alstublieft. En niet die. En deze mag dan even weg. En die nog even uit. Goeie laag, ja. Bewerken. Vullen met behoud. Dit is niet nieuw, dit zit er al een tijdje in. Dus je kunt in plaats van zelf poetsen met dat gereedschap en hopen dat het goed gaat, kun je zeggen, zoek het in een bepaald gebied. Nou, dit hoeft hij niet erbij te pakken, dit hoeft niet. Een klein beetje tafel zit hier ook nog wel. Hij doet het eigenlijk al goed hoor, hij gaat het nou al goed doen, zie je. Dan krijg je zo'n goed stuk tafel daarbij. Waarbij jij dus aangeeft van die stukken mag je allemaal daarvoor gebruiken. Niet van die stapels dingen gebruiken, maar dat snap je zelf ook al een beetje. Dus je kunt iets meer sturen, waar haalt hij de godsnaam vandaan? Oké? Nou zit het erbij. Alleen heb ik nu, met deze dishes erbij, is de kleur een beetje raar. Die dishes heeft toch een andere sfeer erin zitten. Ik ga ze even erbij zetten nu. Dus wil je de kleursfeer van laag op elkaar aanpassen? Oh, dus ik geef ongeveer zoiets zo. Zou dat kunnen? Het ziet er niet uit, maar het is een voor het idee. Dan ga ik nu de neurale filters erbij pakken. Filter, neuraal filter. Nu ben ik waar ik moet zijn. En dat is wel nieuw dus, het harmonisatiefilter. Maar dat doet hij dus met lagen binnen één bestand. Ga de kleur op elkaar afstemmen. Ik wil dat hij dit graag afstemt op de achtergrondkleur. Even kijken wat het resultaat is. En wordt het toch wat gele, wat harder contrast continu in te zitten dan wat het was. Verschil voor en na. Voor en na. Zie je? Dus dat is harmonisatie. Misschien een heleboel tijd voor een kleine functie. Maar een beetje tenminste het verschil. Dat deze dus bestanden op elkaar gaat aanpassen. En dat deze dus lagen op elkaar gaat aanpassen. En niet te veel gaat doen met dat er opeens gaat sneeuwen of zo. Hoor. Het is meer een kleurmatch fenomeen. Hebben ze ook even erbij gepakt.
Ben ik daar tevreden mee? Ja, ook vind ik prima. Doe maar niet. Ja, Adobe hoopt graag, doe dat vaak. Ik klik er uit gewoonte bijna op van ja, was goed of niet goed, zoals die ene van zo net. Doe dat, want aan de hand daarvan kunnen ze de processen weer beter laten werken. Dus geef een stukje feedback af en toe. Het is één klik. En dan zeg je ja, misschien nog erbij zeggen als het echt goed misgaat. Doe dat, want dat helpt echt. Want die software, dat hele artificial intelligence, dat moet gestuurd worden met ons soort reacties erop. Okay? Dus dat zijn zo wat zaken in het neurale gebeuren, waarbij Adobe dus steeds meer probeert te doen wat wij bedoelen, in plaats van dat wij moeten gereedschappen pakken en zelf gaan doen wat het is. Waarbij dus de achterliggende gedachte van objecten en gezichten of landschappen wordt gebruikt en informatie over dingen die dus een lucht zijn of een helling zijn, waar sneeuw tegenaan kan vallen. Dat is wat ze dus doen met die kunstmatige intelligentie. Ik heb het gevoel erover dat dit een beetje het begin is van een nieuwe versie, een nieuw soort Photoshop bijna. Waarbij we dus niet als een gereedschap moeten bedienen, maar wat meer met processen gaan werken die ons helpen te begrijpen wat we bedoelen. En dat gaat niet in één keer allemaal goed, maar we komen langzaamaan in die sfeer. Dus een mooie nieuwe koers voor Adobe misschien, voor Photoshop dan. Terug naar de lijst van nieuwe onderwerpen. En ik hoor het al, Femke, als er ernstige vragen zijn. Nou, een onderwerp wat mijn stoppaardje is om over te klagen, dat is het Illustrator gedeelte in Photoshop. Kort en krachtig even, het werkt nog steeds niet lekker, joh. Het is nog steeds gedoe. Stel, ik heb hier een van een logootje hier, of een of ander plaatje. Oh, Illustrator staat op het verkeerde scherm. Momentje, waar heb ik een ander scherm aan zitten hier. Venster. De toepassingskader, ja. Daar komt die. En eventjes wat groter maken. Auto's klik. Illustrator doet niet mee met het slepen van die vensters. Dat doet de Mac wel, maar dat doet Illustrator is een beetje eigenwijs. Illustrator doet geen hide, doet hij ook niet. Vind ik zo stom. Ja, ik heb er een toets voor gemaakt. Dus wat dat betreft is Illustrator een beetje het zondige tegen de Apple-richtlijn af en toe. Maar goed, we werken ermee, het gaat prima. Die kleine dingen zijn een klein ongemak. Ik heb hier dus wat dingen. En als ik die nog ga kopiëren, nou even kijken wat het is. Het ene is een polygoon, een achthoek, met erop een heel of ander zigzag-effect. En dan krijg je dus dit soort fraaie zaken. Een zigzag-effect. En dit is dan diezelfde polygoon uitgebreid tot echte paden en vullingen en nieuwe lijnen. Waarbij dus die vormen dus echt nu ja, echte tastbare zaken zijn. Hier heb ik gewoon een vlakje met ronde hoeken. Ik zou dat graag in Photoshop willen gebruiken. Maar als je het gaat kopiëren en plakken, dan krijg je meestal de vraag, je kan er pixels van maken over een slimme laag. Dus eigenlijk gewoon een soort Illustrator brokje in Photoshop. Waarbij je steeds Illustrator weer moet starten en weer opslaan. Of kun je er pixels van gaan maken? Dat is misschien de minste keuze, want het is niet meer schaalbaar. Of je mag er misschien een pad maken om mee te selecteren. Nou, dit wel helemaal niet. Dus de opties die we al hadden, als ik het kopieer, als ik het lompweg ga kopiëren, dat mag best. Dan hoef je altijd bestanden te maken. Dan zeg ik nu hier, plak dit in Photoshop. Hier. Nou ja, dan hier kunnen we uitzoeken. Plak. Dan komt het nu binnen. Ja, weer het schermpje hier. Achter de chat zit iedere keer. Wil je plak? Dit hadden we al. Wil je plak als een slim object? Nou, dan zit dus één geheel dat teruggaat naar Illustrator om iets te veranderen daaraan. Heen en weer, dat kan. Slim object zijn prima. Pixels, dan kan ik dan zitten gummen en krassen en leuke effecten op loslaten. Of een pad om mee te selecteren. Nou, nee, niet dat ik nu heb. Of een vormlaag, maar dan krijg je ook één kleur, één lijndikte en één maat samen. Nieuw is nu dit knopje. Plak het als losse lagen. Ja? Nou, laten we kijken wat we opleveren. Het gaat er redelijk, maar ook sommige dingen weer niet. Ik plak hem als losse lagen erin. Dan komt hij dus nu binnen dan mee. Zeg ja, wacht even. Daar zat één ding bij. Dat had een effect. Dat was geen vorm met een lenende vulling. Dat was een effect. Dus van sommige dingen moet hij nu helaas toch pixels gaan maken. Dus er zitten brokjes bij. Die zijn pixels geworden. Een beetje kleiner maar. Ik had een ander plaatje ervoor bedacht. Maar deze doet het ook al zo. Dus als ik ga kijken, heeft hij me een kudde lagen aangeleverd, waarvan dus dat element links is gewoon een pixellaag geworden. Dat is gewoon een pixel. Kijk, als ik een gun pak, kan ik doorheen kunnen. Zie je? Dus dat is gewoon een pixellaag geworden. Dus hier is niks handigs aan, ja, tenzij je dat wil, maar ik kan het niet van de vorm los willen hebben. Deze was uitgebreid in losse elementen. Dat is inderdaad nu een pad geworden. Een pad met een rode vulling en een geel vlak. Dus daar kan ik dus nog de punten van terugvinden eventueel. Ja, dat is een pad, staat op een padlaag. Deze hier is een compound path. En zelfs de ronde hoeken snap je nog steeds. Dus die eenvoudige basisvorm blijft ook een eenvoudige basisvorm, gelukkig, in Photoshop. Dus bij de eigenschappen kun je zien wat ermee kan. Die staan dus nu ergens in het venster. Eigenschappen. Hoe ziet die code eruit, eigenschappen? Meestal klik ik hem zo vaak dicht. Nou, oh, daar is hij op het andere scherm.
Venster eigenschappen. Kom maar hier. Ja. Dat eigenschappenpaneel geeft tegenwoordig dus aan in de nieuwere versies waar je mee te maken hebt. Nou, als ik dus een laag heb, vertelt hij ook een laag, hoe groot die is en zo. Als er een rechthoek aanwijst, zegt hij nu, hey, dat is een rechthoek met een groene kleur en een blauwe rand. Dus die is mooi binnengekomen, vanuit Illustrator geplakt, als een los elementje. In die kudde lagen is het dus nu een aanraakbaar element geworden. Dat is toch netjes. Tenzij ik daar met de witte pijl in Photoshop ook maar één puntje van veranderen. Dat is al jarenlang mijn gruwel van dit soort zaken. Dus één puntje veranderen, zegt hij dus. Weet je het zeker? Want dan is het geen basisvorm meer. Het wordt nu gewoon een pad, hoor. En dan weet die gekke, die weet er dan niks van die eigenschap. Dan moet je daarboven de balk gaan zitten kijken, als je nog aan hebt staan, dat het dus een groen ding met een blauw ding is. Dan gaat die ook nog een beetje van lijn de instellingen geven, die ik ook nooit snap waarom ze daar nog steeds zitten. Dus het wordt dan weer een beetje een rommelig moddertje. Ja, vooruit. We zijn een stap verder in de integratie van Illustrator zaken in Photoshop. Maar het blijft een beetje raar dat dit paneel eigenschappen nu gewoon niet zegt wat hij wel kan zeggen. Het is een groen vlak met een blauw lijntje. Ja? Dus één punt veranderen in zo'n basisvorm, of in iets wat je zelf gemaakt hebt, dat snap je niet van wat het is. Dus zolang het basisvormen zijn, dan blijven we een bofje. En dan kun je het instellen. Zodra je één puntje verandert, heb je het oude euvel nog steeds. Dan wordt het dus nu, klik, boom, een pad met een masker. Ja. En dan moet je het zelf weer doen met de pijl daarboven. En dan pak dan in godsnaam die twee pijlen hier. Want deze, die doet het helemaal niet. Die zegt er niks meer over, zie je? Die weet gewoon niet wat het is. Dus pak ook de Illustrator pijlen dan hier in Photoshop om te zeggen, nee, ik bedoelde deze hier van die andere laag. Dat was die. Dat is ook een pixellaag. Dit was de andere, geloof ik. Ja. Oké? Weet je ook niet wat het is? Daarboven wel, hè? Daarboven weet je het wel. Maar niet hier. Terwijl, ja, het is toch juist eigenschappen. Ik zit me te klagen over dat ding alweer 3 jaar lang. En het blijft een beetje raar geval. Oké? Weg met dat ding. Ik kon niet of jullie mijn vrevel daarin delen, maar de poging om Illustrator en Photoshop te krijgen, misschien is wel gedoemd om niet zo te zijn. Want Adobe liever heeft dat er gewoon naar Illustrator gaan en terugkomen. Ze hebben een kleine handtrekking erbij gestopt. Oké? Goed. Terug naar leukere dingen. Betere verlopen heb ik op mijn lijstje staan. Beter verlopen. Er zit een nieuw soort verlopen in Photoshop. Ga even een bestandje erbij pakken. Ja, dat klaargezet. Verlopen toch? Oei. De Illustrator map. Had ik hier nog staan? Verlopen. Nee. Waar is mijn verloopbestand? Ja, dus. Ik ga even in de. Oeh, waar heb ik die verloop? Moment. Het is heel goed opgeborgen, vrees ik. Dan ga ik hem even maken. Mijn best, want het was ook makkelijk om te doen. Ik ga een verloop lager inzetten. Veel mensen weten niet dat een Photoshop hier onder het knopje aanpassingslagen, daar zitten aanpassingscommando's die dus non-destructief een beeld kunnen bewerken wat eronder ligt of gekoppeld is via dat onderling maskeren. Geen gewoon masker, onderling maskeren. Hierboven zitten nog 3 knoppen, al jarenlang, al 20 jaar, om dus meteen gewoon een volle kleur erin. Dus ik wil gewoon een paarse achtergrond. Nou, doe je dat toch? Oké, paars. Zo 2014. Maar goed, zet hem eronder. Nee, onder die dan, want die achtergrond is geen laag. Hop, zet hem eronder. Dus staat er nu dus een mooie paarse achtergrond onder. Ja? Niks mis mee. En dan kan je dezelfde kleur ook wijzigen. Hoeveel mensen niet dan gewoon een gewone pixellaag paars maken met een emmertje of zo? Dat hoeft dus niet. Gewoon een nieuwe laag maken hier. Ik vind dat die 3 dingen, die zouden gewoon bij het knopje nieuw moeten zitten. Want met nieuw maak je alleen maar pixellagen. Als nou hier die 3 zouden zitten, want ze hebben ook niks te maken met aanpassingen, dat je een volle kleur of een verlopen patroon erin zet, die zouden gewoon hier moeten staan. Ben je het mee eens? Steun mij in de chatbot. Maar goed, ze staan nog eenmaal hier en ik kan ze gebruiken. En nu terug naar de draad die ik wil behandelen. Verloopkleuren. Ik kan een verlooplaag erin zetten. Zet hem even lekker grof erin, hoor. Dat hij even goed hierboven staat. Dan moet ik wel instellen. Ja, komt hij weer. Even naar boven tillen dat ding. Nee, laat hem maar staan. De verloopkleur is nu. Oké. Kom even bovenop leggen. Waarom? Oh, ik zie hem niet, want hij gaat van zwart een beetje naar zwart veel. Dus deze gaat nu van veel paars naar doorzichtig paars. Dat reepje kun je uiteraard instellen. Dan krijg je dat derde paneel eroverheen. Dan kun je zeggen, nou, hoe wil ik het dan hebben? Hij gaat van paars naar paars doorzichtig. Dat knopje is de doorzichtigheid. Het is geen kleur, niet zwart of wit. Dit is de kleur. Dit is de doorzichtigheid. 100% alsjeblieft. 100%. Hij gaat nu van paars naar paars. Geen leuk verloop. Stel, ik ga maken, hij gaat van rood naar groen. Van rood, hartstikke felrood, helemaal onderaan, boem, in de hoek, hartstikke rood, naar hartstikke groen. Klik, klik.
Klik, klik. Je kunt klikken, Peter, je kunt het. Hallo. Klik, klik. Ja, moeilijk hè, twee keer klikken. Groen, pak even deze hoek groen. Hartstikke groen. Dan zie ik dus nu het verloop verschijnen. Nou, ik moet nog een beetje kantelen draaien. Maar dat verloop heeft nu een extra instelling gekregen. Want en die instelling begint hij nu ook standaard mee. Oké, klik hier. Hij doet nu perceptueel. Dit was de oude verloop. Niet schrikken. Zo deed hij het vroeger. Dan ging het rood zich mengen met het groen. En dan krijg je met rood en groen gemengd. Wordt een beetje bruinig meestal. Het is niet volle kracht rood en volle kracht groen. Het is een beetje van rood naar bruin naar groen. Dat is niet zoals wij dat perceptueel zouden willen beleven. Als we dus de klassieke aanpakkers, zoals Freud ze al een lange tijd deed, is niet zo lekker. Perceptueel wil zeggen, als we rood en groen licht mengen, want onze ogen die meten licht, geen inkt, dan hebben wij de perceptie van rood naar groen, dat er eigenlijk geel tussen zou moeten komen. Dat doet hij dan ook. Er komt meer geel tussen. Dus de briljantie van die overgang wordt een stuk lekkerder, alsof je er geel tussen zet. Veel mensen deden ook, gingen ze verloop maken, een beetje modderig bruin ertussen, zet er even geel tussen, want van rood naar groen, de mengkleur is eigenlijk geel in licht. Dan gingen ze een geeltje erbij zetten, dat hoeft ze niet meer. Dus veel mensen gebruikten dus deze stand vroeger, de klassieke stand, en gingen dan een reepje hier een beetje oranje of een gelige erbij zetten. Dat hoeft dus niet meer. Of een paarse, nou doe maar niet. Je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Dus nu heeft hij het door bij Photoshop dat we het perceptueel willen werken. Dat we daar eigenlijk een beetje een briljantere kleur tussen verwachten. Als onze ogen ook zouden ervaren met rood licht en groen licht samen. Geen inkt. Er is ook nog eentje die heeft dan nu te maken met Illustrator. Dat is deze, is lineair. Ja, hier is ook lineair. Dat is hoe de verloop gaat, lineair of radiaal. Maar of de kleuren ook lineair worden gemixt, dat is weer een andere rekeningmethode die Illustrator gebruikt. Dus wil je meer je verlopen afstemmen op Illustrator-achtige verlopen, moet je lineair kiezen. Dan gaat het een beetje niet zo lineair. Dan gaat het dus evenveel van daar naar daar. En de perceptuele die gaat nog een beetje meer van dat wat langer volhouden en dan opeens afzakken, van die een beetje opeens afzakken. Dus ze zitten in de mengverhouding, hebben ze daar wat curves op losgelaten. De ene dus niet gewoon zegt van ik ga dus inkt erbij zetten, wordt het bruin. Nee, we doen het licht meer volhouden en die wat, het kruispunt ligt wat hoger of lager zou je zeggen, in hoe die dat dus gaat mengen. Dan krijg je dus dit soort verschillen in smaken, in verlopen. Verloop is niet zomaar een rekensommetje hoor. Er zitten gedachten achter. Ga je licht mengen of inkt mengen? Ga je dat perceptueel doen? Want onze ogen zijn voor middentonen dan voor de donkerste en de lichtste. Dus als wij het middentonen dan puur lineair zouden doen, dan zou het ook kloppen, rekenkundig. Maar het zou voor onze ogen niet goed zijn. Dan zou ik denken, het gaat niet geleidelijk voor mij. Dan ga je met die punten, met die overlappunten een beetje gaan, die omslagpunten een beetje klooien. Dus hoeveel minder hier bij die kleuren te zeggen waar het omslagpunt zou moeten zitten. Of dat je kleuren erbij moet gaan zetten om het lekker te krijgen. De verlopen zijn nu een stuk lekkerder. Oké? Een klein stukje dus, een klein hoekje in de verlopen die je gebruikt bij verloopvullingen of bij het verloopgereedschap als je het zou gebruiken. Dat dus even anders werkt dan je gewend bent. Oké? Andere zaken in Photoshop. We komen nu in de kattenbak, vrees ik, want er zijn een paar dingen eruit. Beter verlopen. Dat commentaren met Arbots hebben we gedaan. Ja, er zit een betere exportfunctie in, zeggen ze. Maar ik zie niet waar de verbetering zit. Er is een knopje veranderd ergens. Maar ik sla die lekker even over. Ik heb niet ontdekt wat het is. Wat is dit? Weet iemand wat dit is? Toevallig, wie het weet, krijgt weer een andere. Ik moet even hier houden. Wat is dit? Weet iemand dat? In de chat? Help mij. Wat is dat? Het blijft akelig stil in de chat. Geen hond weet wat het is. Dit is een Microsoft Dial. Ja. Microsoft heeft computers gemaakt met touchscreens en dan kun je hem opleggen en dan kun je zo de kleuren gaan draaien. Een soort muiswiel, maar dan anders. Ja? En die doen ze niet meer. Door op een foto werd gezegd van, we zitten al 5 jaar te wachten op Microsoft dat het ding gaat werken. Photoshop en inmiddels gaat praten erover. Hij doet het niet meer, ding kan weg. In de prullenbak. Weer 100 euro voor niks betaald. Maar die gaat het niet werken. Hij doet het leuk en allemaal andere Microsoft zaken, maar Photoshop zegt van, nee, doe maar niet. Mensen snappen niet, gebruiken niet, we doen het niet. Want Photoshop op de Microsoft heeft het met zo'n touchscreens te maken. Daarom dat icoon ook groter moet af en toe. Dus die gaat eruit. Wat ook eruit is, het 3D-verhaal. Photoshop had lange tijd, sinds 2003 geloof ik, dus het idee dat 3D in Photoshop moest. Had je heel wensels met 3D. Dat zit er nog steeds in. Als je een bestand hebt dat het nodig heeft, dan zit het er nog een beetje in. Maar de rest is allemaal eruit gesloopt. Je kunt het niet meer gebruiken of aanpassen of dingen mee maken. Dus nee, niet doen, weg ermee, klaar. Ja? Dus ze hebben eindelijk iets een keer eruit gehaald. Dat vind ik heel knap. Ze gooien nooit oude schoenen weg bij Adobe. Maar 3D is dus nu als functionaliteit eruit. Wordt niet meer ondersteund. En ze zeggen, we houden ermee op. En zet je bestanden om iets anders. Maar het gaat niet meer. Want ze hebben met 3D heel andere plannen.
Adobe heeft een heel groot bastion aan 3D software opgekocht. Daar kom ik zo meteen wel even op terug op het eind. En dat vinden ze beter. Okay? Verder hebben ze wat problemen op de M1 computers van Apple. Wil je er meer over weten? Ik heb er een linkje erbij staan. Je krijgt straks die linkjes nog wel even in de chatbot. Ik zal het daar weer in zitten hier. Als je een M1 computer van Apple hebt, dan moet je deze pagina even doorlezen. Want een aantal dingen doen het niet, helaas. Oh, die gaan naar Dirk Pieter, die is er niet. Nee. Iedereen. Everyone. Nog een keertje. Plak. Dus heb je een M1 Apple, dan zou je deze even moeten nakijken, die pagina. Een van de dingen die het ook doen, die doet dus in Photoshop nog niet. Ze weten het, ze werken eraan. Dat is het videopaneel. Dan ga je een tijdlijn maken. Ken je dat ding? Tijdlijn. Dat ze zegt, oh, ik kan video doen in Photoshop. Ook zo'n doodlopende weg vond ik altijd. Maar goed, nu heb je dus de videotijdlijn. Opeens is die videotijdlijn is al weg. Dat doet hij niet. Ondersteunt ook geen video's plaatsen meer. Wordt dan gewerkt. Tot die tijd moet je misschien Rosetta gaan gebruiken, zeggen ze dan. En dan doet hij het wel een tijdje. Maar het zijn de twee uithoeken van Adobe, waarvan ik eigenlijk denk van, ik ben er wel blij om. Want video en Photoshop is een beetje raar. 3D en Photoshop is ook niet echt zo prettig uitgevoerd ooit. Het enige wat mensen deden in 3D en Photoshop is letters dikker maken en draaien en een licht bij. Nou, en dat is het leuke, dat zit nu in Illustrator. En daar gaan we nu snel naar kijken, oké? Okay? Dus we gaan Illustrator erbij pakken, laatste 10 minuten. Want daar zit zeg maar het grootste, vind ik persoonlijk een heel mooi verhaal. Dat ze dus Illustrator eindelijk de 3D-functie hebben opgeknapt. Photoshop kan weg. Hier is Illustrator alvast. Nou, die kan ook wel dicht, deze. Laatste en vind ik persoonlijk het leukste hoofdstuk, 3D-info. Nou ja, er zitten nog wat andere kleine dingen hebben ze gedaan. Dat je kunt, wat kleine dingen eerst. De variabele lijn, als je variabele lijnen gaat maken, dan zijn ze wat mooier. Hier, Illustrator, een nieuw bestandje. Ken je de variabele lijn? Als je die maakt, even een klein aanloopje even maken. Dus als ik een lijntje ga maken met wat punten, zo'n puntje hier, puntje daar. Ik wil er een soort wormpje van maken. Dan ga ik de variabele lijndikte gebruiken. Dat gereedschap hier zit al heel lang. Dus nou doe die punt maar wat dikker maken zo. Oh, dat mag wel een leuker puntje worden. Want ik krijg nooit een leuk rond puntje. Even de ronding pakken. Lijn. Ik wil een rond puntje hebben. Zo zie ik het meestal wel lekkerder. Maar vandaag heb ik niet. Hier nog een beetje dikker maken dan nu. Dus je kunt zo een beetje een flubbertje ervan maken. Zo, ik vind het niet erg fraai vandaag. Maar het is het. Als je die lijn gaat omzetten, dan klagen mensen erover. Als je hem dus omzet met uitbreiden of pad omtreklijn maken, dan krijg je vaak heel veel punten. Dat zijn er nu gewoon minder. Dus het aantal punten waarmee je ze maakt, zijn een stuk met de hand gemoeten. Maar ik heb ook een hele rommelige lijn ervan gemaakt. Moet ik weer dat simplified overheen laten gaan. Maar daar hebben ze wat aan verbeterd. Nou, daar word ik niet warmer of kouder van, maar het is een verbetering, zeggen ze. Ze hebben ook dat je automatisch fonts kunt activeren nu. Dat zie je een fontje. Dat vind ik wel leuk van Adobe Winkel. Word je meteen aangezet. En dat ook dat je lettertype kaders of kaders met tekst erin ook op lettertype kunt gaan selecteren. Want selecteer alles met een DAX, dun of cursief. Dan kan het dus ook. Dat kon ook een tijdje lang niet. Dus dat zijn kleine vernieuwingen. Maar de grote vernieuwing zit dus inderdaad in dat 3D-verhaal. Ik zal even een voorbeeldje pakken. Deze bijvoorbeeld. Het begin. Ik heb hier een afbeelding. Adobe gebruikt deze ook in de voorbeelden online, dus dan kun je goed herkennen wat er gebeurt. Hier zit dus een lijntekening in, die is misschien een fontje geweest met de hand geschreven, dat weet ik niet, want er komen dus contouren tevoorschijn. Zo. En die contouren die zou ik willen gebruiken om daarmee dus iets 3D'ers te doen. We hadden al 3D onder effecten, 3D ingewikkeld, en dan kon je dus drie dingen doen. Je kon het dikker maken en draaien, maar hoe en wat, en je had draaien en roteren. Wat is het verschil? Dat heeft Adobe flink opgepakt. Ik wil niet zeggen dat mijn gebeden verhoord zijn, maar volgens mij is er iemand ook gewoon wakker geworden daar. Zegt van, moet een keertje gaan aanpakken daar. Dat 3D-paneel, dat 3D-effect heeft dus nu een mooi paneel gekregen met veel meer mogelijkheden en veel meer duidelijke zaken hoe het nou werkt. Want dat was een beetje het makken ervan. Het werkt een beetje rommelig. Je had draaien en roteren. Nou, je ook wil draaien en roteren. En opblazen en dan materialen. We gaan het paneeltje erbij pakken, dan wordt het eigenlijk meteen duidelijker. Dit paneeltje, laat zien wat het is. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Het 3D-paneel. Ergens op mijn scherm. Zit hij wel achter de chat? Nee. Kom eens even hier. 3D-materialen. Het is een effect. Oh ja, zie je, hij staat weer hier. Kom eens even hier. Lieverd, daar is hij. Hier zie je duidelijk wat er kan. En het heeft ook gewoon een icoontje. Ik kan er een vlak van maken. Dan kan je met een vlak gaan zitten draaien mee. Waar is mijn draaigereedschap? Je hebt de pijl pakken hier. Ja. Ik zie het draaigereedschap nu even niet komen. Komt zo'n draai. Nou, dan even met getalletjes hier. Maar dan wordt echt een soort vlak. Een soort oh, ik ben een streep vergeten. Het zijn losse dingen, sorry. Even een stapje terug.
terug. Uit. Ik heb hem vergeten te groeperen weer. Kom op. Heb ik het nou? Niet alles. Alleen dat ding. Alles zit bij elkaar. Oh, niet verwacht. Ik heb iets te veel gegroepeerd vorige keer, gisteren. En zo bewaard helaas, en dan zit het erin. Dan ga ik even een eigen tekstje maken. Nee, ik wil deze doen. Nee. Nou, dan gaat dat dingetje gewoon mee, kan mij het schelen. Dus met een vlak ga je daar een draaien. Even nadenken. Dan kun je de as laten meedraaien zo. Dan wordt echt een soort vlak, een soort heel perspectivisch ding. Het hele paneel wordt nu zo gedaan. Dat is dus het vlak gewoon kantelen en perspectiefjes maken. Maar stel ik wil het ook een dikte gaan geven. Dan wordt het wat, dit is nieuw, dat zat er niet in. Hoewel, je kon het perspectief in zijn functie dat ook al doen. Maar het is nu met wat meer 3D-capaciteit. Oh, daar komt een dingetje ook eindelijk hier. Dan kan ik een beetje meer draaien zo. Zo draaien, of een beetje die as draaien. Dat zijn heel veel dingen nu. Of ik kan een diepte geven. Ik vind het erg leuk, met al die bloemetjes erbij. Waarschijnlijk is het te veel van het goede. En iets te traag aan het worden door al die software. Nee. Diepte geven. Oh, 0 pixels zie je niet veel beter. Dus nu komt echt een soort diepte aan. Als het te langer gaat duren, dan ga ik even een nieuwe maken hoor. Ja, er komt wat dikte in zo. En het is niet onaardig. Dus ik kan ze de diepte aan geven dat er dus een dikker ding wordt. Alsof een muurtje gebouwd wordt. Dus dat diepte geven. Ik gooi dit eruit. Ik ga een nieuwe tekst neerzetten. Dit gaat te langzaam. Met al die losse blaadjes niet fijn. Tekst. Tekst. Deze dan. Iemand voorkeur voor een lettertype vandaag? Een leuk, zwierig lettertje. Eens kijken wat we hebben. Oh, de Sweet Sucker Punch. Die heb ik gebruikt voor de update tekst. Ik kan bijna typen zoals je ziet. Even online van maken. Hoeft niet per se, maar het werkt dan ietsje sneller, merk ik af en toe. Dan gaan we weer 3D erop loslaten. Zullen we een kleurtje geven trouwens? Dus ik weet wat het wit is zometeen. Wit, doe maar wit met een lijntje en zwart geen. Dus ik heb een witte tekst nu. En ga even 3D oproepen. 3D materialen, diepte geven, schuine kanten. Kijk, dat werkt wat sneller en wat duidelijker met wat minder rommel eromheen. Dus ik kan dus nu dat ding gaan draaien in allerlei richtingen. Ik ga even kijken hoe mijn rendering ingesteld staat. Belangrijke tip. Zet je effecten van het, want het worden straks rasterpartijen die mee moeten komen. En ook voor het weergeven doet hij nu een hoge kwaliteit. Ik zet hem even wat grover, dan is hij wat, 4 keer zo snel. Ja? Nou, 16 keer. Het is 4 keer zo klein, dus een totale oppervlakte 4 keer zo minder pixels. Dat gaat een stuk sneller zometeen. Wel wat grover om te zien zometeen, maar dat merk je in Zoom lekker toch niet. Een beetje draaien die richting. Nou. Ik doe liever met getallen. Ook dat werkt niet zo handig als ik gehoopt heb vandaag. Hij zit te treuzelen als ik en dat ligt niet aan mij. Want hij werkt gewoon verder. Object draaien. Knop. Nee, als ik hem pak, normaal gaat hij lekker flink snel draaien, zeker in die lage stand. Hij is nu traag aan het worden. Misschien omdat er nog 6 andere programma's en Zoom erbij staat, maar hij heeft er vandaag niet zoveel zin in. Maar met dat paneel kun je dus aangeven, wil je dus een vlak gaan kantelen puur? Wil je diepte eraan geven, dat het dus dikker wordt? Of wil je draaien? Die hebben mensen vaak niet zo goed begrepen wat daarmee kon. Dat kon ook al eerder, maar het wordt nu duidelijk wat het is. Dat ding dat opgerekt wordt vanuit een asp wordt rondgedraaid. En opblazen. Ik ga een ander voorbeeld erbij pakken, want dit is die tekst. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik ga deze nog even een ander bestand pakken die ik zelf heb gemaakt. Die hopelijk dan wat beter werkt. Oh, dat is die. Nee. De totem. Waar is de totem? Hoe kunnen we dan de totem? Ja. Kijk, ik ga een stuk sneller lezen. Dus de 3 dingen die je kunt doen. Nou ja, plus een vlak maken, maar dat vind ik niet nieuw. Dat kan dus. Deze werkt een stuk prettiger zo. Kijk, dat werkt een stuk. Er is iets met die tekstdingen aan de hand dat het een beetje raar deed. Zo ben ik van gewend. Dat gaat een stuk beter zo. Dit is vlak is dus dieper gemaakt, diepte gekregen.
Dus dan kan het niet dikker worden. Kijk, ik heb dat logootje van de vlag gebruikt als neer, ik vind. Het is een grove resolutie, zoals je ziet. Het wordt langzaam gerenderd, of grof gerenderd, maar daardoor wel een stuk sneller. Juist niet langzaam. Weet je, waardoor al dat gedoe met die traagheid. Deze is dus wat lastig om te begrijpen als ze het ronddraaien. Eigenlijk moet ik dan één helft ervan pakken, van het logootje, of letters, of wat nou letters, is een beetje raar om mee te doen. Maar je hebt een vormpje, dat is een soort een asbakje van klei of zo, een soort kommetje, of een wijnglas, of een wijnfles. Als je maar een as hebt met een straal, dan gaat die daar omheen draaien. Dan krijg je dit soort dingen eruit. Dus hier ligt dat dan te grondslag. Ik zal deze even pakken. Ik ga om zijn as heen draaien. Draai maar. Wel oppassen, ik heb nu de buitenkant gepakt als as. Dus de as is de buitenkant. Nee, ik wil de andere kant pakken. En dan gaat hij goed. Dan kun je ook weer mee gaan draaien. Dus zo kun je vormen maken die echt een soort 3D-model kunnen gaan worden. Het moet wel lukken met een draaifunctie. Want veel functies zitten er ook niet in. Dan kun je er zo aan ronddraaien. Vervolgens, dus als het modelleren. Want hoe wil je een model gaan maken? Oh ja, nog eentje, die laatste opblazen. Die is wel leuk. Dan geef je gewoon een blaasfunctie eraan. En dan wordt dus nu opgeblazen. Moet het meer of minder volume hebben. Dus zo begint het. Dan wordt er gewoon een kussentje aangegeven. Komt dus een lichtval erbij. Hoe die licht valt, kun je ook weer instellen. Dus we hebben een aantal modelleerfuncties. Perspectiefisch, dikte geven, draaien en opblazen. Ja? Dan komen materialen. 3D-objecten hebben ook materialen nodig. Nou, was dat een lastig punt in Illustrator? Want je moest dan een kleur geven of een plaatje erbij gaan plakken. En dat kwam niet altijd zo lekker eruit. Het ging vrij aardig, maar je moest een hoop ervoor doen. Dat is nu een stuk makkelijker. Als ik deze rondgedraaide bijvoorbeeld pak, dan kan ik zeggen, nou doe maar even een andere kleur. Ik wil misschien liever een kleurtje wat meer oranje geven. Dat gaat gelijk door, dat was ook al zo. Maar hier zitten ook nu houtnerven in. Want het paneeltje 3D laat je ook nu allerlei materialen kiezen. En die materialen komen uit die nieuwe koker van Adobe Substance. Dus hier kan ik zeggen, doe maar misschien stof met iets met gin of met een patroontje erin. Of Oxford stof of een ruitpatroon met iets glimmends. Het wordt gelijk toegepast. Of een stuk hout, gelakt hout. En zelfs de instellingen van zo'n hout kun je helemaal bepalen. Wat voor kleur hout moet het zijn? Moet er variatie in de kleuren zitten? Moet er veel of minder knoesten in zitten? Nou, ietsje harder. Leuk voor een heel regenachtig weekend om daarmee te gaan spelen. Moet er de krassen in zitten of niet? Dus hier komt opeens een enorm bastion aan 3D-technologie in Illustrator erbij. Dan kun je nog een lampje ophangen. Hoe moet het licht vallen? Moet die schaduw hard zijn of zacht zijn? Ook daar kun je lekker mee gaan spelen. En dan ga je er een plaatje van maken. Even de schaduw erbij. Schaduw aanzetten. Dus dan, nou, doe maar even wat zachter. De zachtheid een beetje terugvoeren. Moet je misschien wat verder weg liggen, die schaduw. Nee, hou maar lekker binnenboord. Dat moet een stuk zachter zijn. Een zachte schaduw onscherm maken. Zachtheid. Zo is het nog harder. Gewoon dat zacht. Intensiteit. Dan gaat hij renderen. Dit is dan het beeld wat eruit kan gaan komen. Behoorlijk realistisch op een gegeven moment. Dat wordt wel een plaatje, een pixelplaatje. Iemand zegt van, lijkt een beetje op Adobe Dimensions. Ja, dus dat scheelt je weg heen en dan weg terug steeds. Dus er komen wel plaatjes uit. Dimensions heeft wel dat je ook achtergronden erbij kan zetten. Dan gaat hij kijken hoe iets in 3D in een ruimte moet staan. Dat is een knappe van Dimensions. Je stopt 2D wordt 3D en 3D wordt weer in een 2D-foto geplakt. Dat zit hier nog niet erin. Maar ik kan wel met een 2D-object of een 2D-tekst, gewoon een losse letters omgezet, kan ik dus een hoop lollige dingen flikken. Zoals het voorbeeld wat het niet wilde doen. Notabene een voorbeeld van Adobe zelf. Die zou dan zo eruit moeten gaan zien. Dus dit is dan een idee wat je zou krijgen als je het goed in elkaar gaat zetten. Dus een hogere rand met een lichtje van boven. Mooi gespiegeld in dat witte spiegeling bijna. En een groene zijk. En een bepaalde lichtval erin. En een mooie zachtheid komt erin. Dus dat is een behoorlijk groot paneel. Ik ga niet in deze sessie er heel uitgebreid op in, zoals je merkt. Maar het is wel makkelijk om te doen. Dat is het leuke ervan. Het zit niet meer verstopt in een raar hoekje met alle rare knopjes die niet zeggen wat ze doen. Het is een heel mooi, duidelijk paneel geworden. Dus wat dat betreft zeg ik chapeau voor Adobe. Ze hebben het goed gedaan. Echt een pluim verdiend. Omdat die kracht zo in dit Illustrator-programma te zetten met zoveel raffinement, vind ik een goede zaak. Waarom het bestandje niet doet, weet ik niet. Het is van Adobe. Misschien is dat het. Dat zijn zo de hoofdmoten die ik graag wilde meegeven. In wat er nieuw is in InDesign. Kleine buit. Dat Capture bijvoorbeeld. Photoshop. Weer een hele kudde neurale filters. Als ze doen, kaars opsteken en hopen dat het lukt. Dat selecteerwando. Maar op zich zijn die landschap matchen. Weet je of dat ging sneeuwen? Dat is eentje waarvan ik denk van ja, daar doen we het voor. Van dat soort zaken. Dat is een fijne feature om te gebruiken. Om impressies te geven aan mensen. Van dit zou ik voor je wel kunnen gaan maken. Of zo'n foto moet het worden. Wacht maar tot het sneeuwt. Kun je heel lang wachten in Nederland. Dus dat zijn zaken die dus in Photoshop zitten. En dan in Illustrator een paar kleine dingetjes. Maar vooral 3D. Dus ik denk dat dat een beetje de belangrijkste is in die stal dat we hebben gewonnen aan Adobe software. Voor DTP-doeleinden, maar ook voor heel veel andere doeleinden uiteraard.
Zo, nou, dan zijn we lekker toch een kwartiertje uitgelopen, vrees ik, met veel blessure tijd van mijn kant. Excuses daarvoor. Femke, hoe zit het in de chat? Er zijn niet heel veel vragen binnengekomen, maar er komt nu nog eentje van Evelie binnen. Waar kun je de rendering aangeven? Geeft het kwaliteitsverlies op het uiteindelijke resultaat? Ja, zeker. Rendering, er zijn een aantal technieken in rendering. Een heel belangrijke techniek is ray tracing. Als je gewoon rendert, zeg je van ik pak het object en ik kijk wat moet het doen. Kleur, nerf, houtnerf, lampje erop vooruit. Maar met ray tracing ga je een stap verder. Ga je kijken, zijn er andere objecten in de ruimte van invloed? En hoe zou zijn eigen licht vallen aan de ene kant, vallen op de andere kant? Ik heb ook in dit voorbeeld een beetje aangegeven. Hier zie je dus de gewone platte rendering, waarbij ieder element of iedere bocht zijn licht en zijn kleur en zijn structuren krijgt. Dus een beetje folieachtig vies spul dit hier aan de linkerkant. Dit is dan iets goudachtigs, maar puur alleen maar bekeken met zijn eigen kleur, met zijn eigen licht, wat weerkaatst op dat element. Als je raytracing aanzet, dan gaat je ook de lichtinvloeden van andere elementen en spiegelingen, reflecties meerekenen. Kost veel meer tijd, heb je wel een meer realistisch resultaat. Waar zit een paneeltje dan? Nou, in een 3D-paneel uiteraard. Dat gaat nog openstaan. Dan geef je daaraan bij het knopje, hoe wil je renderen? Dus hier kun je aangeven, wat voor soort rendering wil je gaan doen? Moet raytracing wel of niet aan? Als ik hem uitzet, wordt hij zo plat als de andere. Ja? Zet ik hem aan, dan kan ik zeggen, moet de kwaliteit hoger of lager? Ik raad je ook aan om eerst dus te werken in een lager rend, of niet eens raytracing te doen, om de vorm goed te kunnen bekijken. Ook te spelen met deze instelling, of een beetje met voorbedachte raden aan te geven in mijn bestand. De effect, moet ik altijd zoeken bij effect, niet bij document. De rassereffecten van dit document. Niet daar zoeken bij bestand of zo, dat is iets anders. Nee, hier bij effecten, want het is een effect op 3D. Hoe zit het met de rastereffecten? Ook die Photoshop-zaken hadden dat nodig, want er worden een lapje pixels gemaakt. Dus dat commando was belangrijk voor de Photoshop-zaken hier beneden. En voor eventueel een of andere schaduw die naar een ouderwetse PDF 1.3 PDF XNA hing. Maar daar praten we niet meer over. En deze is dus ook nu van toepassing op 3D-materialen. Want die gaat dus ook raytracing en allerlei andere technieken gaan dus renderen dat er pixels uitkomen. Dus er wordt een plaatje. En hoe dus de kwaliteit daarvan is, stel je dus hier in het kleine vinkje daarin. Dus zet eerst even als je gaat werken, in godsnaam, die rassereffecten op een lage resolutie. Dat werkt gewoon 16 keer zo snel. Tussen dit en dit, dat 4 keer zoveel. 4 keer 4 als oppervlakte, 16 keer zoveel. Dus hij is 16 keer zo snel als je dit doet. Voor het eindresultaat, zet hem even wat hoger. Misschien voor beeldschermen of voor drukwerk. Ja? 300 dpi. Dan rekent hij wat langzamer. Maar je krijgt wel een betere beeld in het raffinement. In de scherpte van het aantal pixels. Raytracing is dus het kwaliteit van de rendering. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de rendering. Nou, ik zet hem even op 300 dpi. Oké. Okay. Ja, dan is hij weer langer bezig nu. En met raytracing geef je dus aan hoe hij dat dan met kwaliteit moet gaan oplossen. Dus als je het überhaupt al aanzet. Moet ik wel even selecteren. Dat ding. Oh, kom op. Ik heb iets anders geselecteerd. Selectie uit. Deze alsjeblieft. Raytracing. Dit aanzetten gaat dus meer tijd kosten sowieso. En dat kun je dan nog een keertje enigszins verhelpen. Dat zeggen, nou, doen we normaal op hoog. Dus in de hoogste kwaliteit. Dit kost dus de meeste tijd, dit zo. En een hoger documentrasterinstelling voor de effecten. En een hogere raytracing kwaliteit. Maar dan krijg je wel een leuk belletje. Ja. Duidelijk zo? Nog andere vragen? Even kijken. Er is nog wel een vraag. Even kijken, waar was die? Dirk Pieter die vraagt, variabele fonds, de VTMS, is daar nog, VTF's, is daar nog nieuws over? Nee, alleen dat fonds automatisch wordt er geactiveerd. Dat was nu voor Illustrator een andere software het geval. Alleen de variabele fonds zijn al in 2-3 versies geleden, waren die al vrij goed uitgevoerd. We moeten alleen wachten op ontwerpers die variabele fonds maken. Nou ja, wachten, er zijn er een heleboel met websites die staan ervan vol. Sutipos, een hele bekende uitgeverij, die heeft steeds meer variabele fonds. Dus je moet het niet van het over verwachten. Het moet komen uit lettermakers. Die moeten variabele fonds maken met, net zoals glyphs, met mooie swashes en ligaturen en zo. En andere fonds moeten ontwerpers dat gaan doen. Adobe kan ze alleen maar de techniek bieden, maar zij moeten de fonds gaan maken. Dus een technologie is er dus niet iets verbeterd, want dat was gewoon goed. Iemand vraagt over de Pantone kleuren. Ja, heb je het ook gemerkt, die 16 mailtjes van Pantone, dat we de Black Friday aanbiedingen moesten krijgen en zo. Pantone is een beetje commercieel aan het worden. Die zeggen van, je mag die Pantone bij je niet meer zomaar meer hebben. Je moet het betalen of abonneren, dan krijg je het gratis. Maar we willen je sturen, dat we mailtjes kunnen sturen aan je. Ze willen een beetje dat voor commercialiseren, dat Pantone-fenomeen. Nou ja, al lang. Maar nu ook als software in onze InDesign en Illustrator.
Dus dan wordt er weer aangetrokken en geduwd. Volg ze gewoon. Adobe mag dus niet meer zomaar zelf de Pantone erin kwakken. Dat moet Pantone zelf doen, vindt Pantone. Dus moet je bij hun een plugin gaan ophalen en die ook gratis is. Maar ze willen graag weten wie jij bent. Ze willen je graag kunnen gaan benaderen. Ze willen, nou ja, niet jouw persoonlijk, omdat je misschien rood haar hebt en paars moet worden. Pantone paars. Maar dat zit, nou misschien ook, waarom eigenlijk niet. Dus ze willen graag weten wie allemaal met die Pantone bezig is. Dus dan willen ze profielen gaan opbouwen. Dus ze willen liever zelf een plugin sturen die dat gaat doen. Hij werkt, hij doet het, zet hem erin. En dan krijg je weer een mailtje, eentje per jaar of zo. Tien keer per Black Friday, een weekje. Dus het is een beetje commercieel geworden. Maar op zich niet erg hoor. Het is altijd een commercieel bedrijf geweest, laat ik eerlijk zijn. Meneer of mevrouw Stel Atensus vraagt nog van, gisteren kwam erachter, maar Illustrator niet meer doet. Weet ik niet. Is dit een nieuwe? Nee, nou, dat zouden we gewoon moeten proefondervinden gaan bekijken. Ik weet geen standaard antwoord daarop. Ik weet alleen dat video's het dus niet meer doen in Photoshop, om ze in te laten. Maar Illustrator niet meer aan. Nee, dat niet zijn wordt. Dat zou ik voorbeelden willen zien. Dus als je wil, kun je Femke of mij mailen erover. Dan gaan we even apart bekijken, want ik neem aan dat niemand hier boven ons daar... Nee, ik heb daar niks raars aan gevonden. Dus dat is een beetje verdacht. Oké? Okay? Even kijken. Ik denk, volgens mij zijn de meeste vragen beantwoord. Ja. Ik denk dat omwille van de tijd er een eind aan gaat breien. Ja. Er is nog genoeg te vertellen. Een PDF van deze slides heb ik een PDF van, die krijg ik ook in de mail. En daar staan nog heel veel linken naar allerlei hulpvideo's van, ook van masterclasses die al eerder zijn geweest. Maar dat wil Femke misschien ook al nu gaan vertellen, denk ik. Ja, jullie krijgen morgen de link met de opname, zodat jullie nog rustig terug kunnen kijken. Voor wie inderdaad nog vragen heeft die niet beantwoord zijn of andere vragen nog te binnen schiet, kun je mailen naar marketing@truckreview.nl. Dan zullen we proberen om je vraag toch nog te beantwoorden. Voor wie het leuk vindt, op 18 januari en op 15 februari zijn er nog masterclasses. Er zijn nog plekken voor. De eerste in januari gaat over typografie en logoontwerp. En die in februari gaat over slimmer en sneller werken met Adobe CC. Dus ook heel interessant. Dus als je nog interesse hebt, kun je daar nog voor aanmelden. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik in ieder geval wel. Peter, heel erg bedankt weer voor je heldere en mooie uitleg. En rommelig een beetje. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Hoort erbij. Dankjewel. En bedankt allemaal dat jullie er waren. En hopelijk tot de volgende sessie. Oké.